De eerste stap op de weg naar recovery is admitting you dat je een probleem hebt. Welkom bij de AA. uh ah, -huh. ik ben hier aan je voor de zorg. Als het ergens over moet gaan. Zending is dee! Niet de bay! Glimmels op de midden-naar! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom bij de AA. Onze gast vandaag is stand-up comedian, televisiemaker, quiz-show-host en een begenadigd soort party-dj. In 2006 won hij de Culture Comedy Award en in 2007 voegde hij daar vlotjes de Humo's Comedy Cup aan toe. Op tv was hij onder andere te zien in De slimste mens van de wereld, De klas van Frida, Mag ik en de schepping en presenteerde hij de populaire quizshow, De Pappenheimers. Momenteel legt hij de laatste hand aan zijn derde avondvullende solo-comedy show, We Moeten nog eens afspreken. Welkom Bart Kanaert. <laughs> dankjewel, dankjewel, dankjewel. Mooi, hè? mooi, hè? dat heb je ja, gezien. Ja, kijk ook. Mijn best voor gedaan, omdat uh, Kijk, het. Kijk, om uw... het is mijn vijfde avond. Vrienden. Ja, dat zo. weet ik, maar het is uw derde solo-show, we niet? Je hebt toch zo dingen gedaan met muziek, ah, was man, het? excuseer. Ik ja, heb man, het eigenlijk man. zo bekeken. Ja, maar zeg. Omdat cool. je zelf op je eigen uh, website er precies een onderscheid tussen moktoekt. waar? Ja, dat je echt, dat je echt eigenlijk. Uh, waar is Barry? aankondigt als is uw zwaar, eerste is officiële solo-show. Ja, solo -show. ja maar ik heb overlaatst... Je moet die niet proberen van mij om de rol te halen, als de vriend. <laughs> <laughs> dat klonk zo weinig. Van, is dat mijn derde ja. nog maar? En dan zwaar te zwaar, met een vijfde. Maar ja, dus, ja. heb, ik, omdat er een nieuwe show is, is, er een nieuwe website. En ik moest dus ja. ook laatst een, een, nieuw, een biografie schrijven over mijn eigen. Ja. En dan is dat inderdaad, en herinner ik het me dat ik dat heb geschreven, mijn eerste solo was dan Ik moest wel heel hard lachen met een paar dingen dat jij schreef over je eigen show. Dat, dat, vooral omdat dat, dat, leek, al zo, dat leek alsof dat je zelf al dacht van, ja, deze, is, deze vind ik allemaal bullshit, dus ik kon er hierna een nuttig bij schrijven. Zo, de, de goeie vond ik die van, waar is Barry, dat je, zo, dat je zegt van, een ode aan de oppervlakkigheid vond ik al de mooie. En dan met de, met de volgende, zeg je zo, hij doe ik een leken, want die is er maar één, maar hij babbelt wel twintig minuten over zijn eigen moeder in de show, Zo. en ik noem het een ode aan de zinloosheid van het bestaan. Ja. Dat was al direct. Ik, 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 ik had al direct een gevoel als ik dat las dat ik denk. En dan ga je zo een klein beetje, omdat bij u zo de, de doorbraak ook in Nederland was, eh, dat je de Culture Comedy Award won, ja. is dat is al direct zoiets dat je het overgehouden aan het Nederlands cabaret, waar je van vond, hier moet ik een klein beetje de draak misteken. <laughs> <laughs> Weet je, als ik dat zo aan het schrijven heb, dan denk je van ja, ik moet wel iets schrijven over die shows. En wat ik basically doe in mijn shows is, ja, grappig. Proberen ze in. Maar mm -hmm. je kunt het moeilijk zijn. En in zijn tweede show was hij nog eens anderhalf uur grappig. Dus je wilt dan toch <laughs> laten zien dat er iets of wat van, van ja, rood draadje was, en dan komde op zoiets en dan noemde dat. Al maar ik vond dat sarcasme dan... wel fantastisch. Ja. Van, hij, ziet toch wel, hij babbelt wel twintig minuten over zijn moeder. Dan god, dan moet ik even zitten. Het is ook belangrijk om dat er even bij te zetten voor de meerwaarde zoeken. Ja, 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 ja. Dat er die twintig minuten zijn dat je zit en over je moeder babbelt. Ja, maar ik heb, daar, ik heb ik zie dat ik ooit geleden heb onder, onder de, het, het Hollandse juk van het moet wel cabaret, het moet ergens over gaan. Mm -hmm. Niet echt eigenlijk. Dat is ook de reden waarom denk ik dat wij, dat wij ook altijd de prijzen wonnen, Ginder. Mm -hmm. Omdat wij dat juk niet voelden. Ja. Toch? Er is een tijd geweest. Ja, jij hebt ook Hollandse ja, ja. prijzen gewonnen en bijna en, 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 en iedereen. En dan was het natuurlijk altijd van ja, jullie, jullie kleuren zo, zo buiten de lijntjes. Ah, wij wisten niet dat er lijntjes waren. Nee. Dat, is het, dat is toch het concept? Gaat dat ding zo out of the box? Oh, was er dan een box? wij eh, omdat wij helemaal geen traditie dus wij nee. doen. Maar iets. we denken, van, oh, we proberen gewoon grappig te zijn. En terwijl in Holland zijn er wel een paar wetmatigheden. Liefste liedje, liefst... Heb je iets over je ouders ja. of over de maatschappij en zo? En wij, ja. wij doen, maar, maar wat? Of dat prachtige filmpje van... Uh, hoe heet hem er nou weer? Herman van Veen die in het podium opkomt en zegt... Uh, als ik, ik opkom, dan ben ik gesloten. En dan ga ik open en ik kijk rond in de zaal en ik maak een web Ja, dat is En goed. ik ben een spin, spin. In, het, in het midden van ah, het dat web is dat is fantastisch. En vooral Hans steeuwen die dat dan zegt in Zomergasten als hem dat filmpje ja, wilt zien. Ja, ja, ja. En zo gaat dat, <laughs> dat, dat nog een half uur door. door. <laughs> dat is keigoed Nee, uh, Maar die meent er wel hele uh -huh. hé. Ja, ja, ja. Die er die, ja die, nee, dat, dat is zo een soort geëikte traditie die wij compleet niet hebben of nee. kennen. En ik ook wel goed vind, want dat zorgt ervoor dat wij ook allemaal zo hard van elkaar verschillen, vind ik. Ja, ja er is, er is minder het... eenheidsworstel ja. dat er in. Uh, je ja, hebt enorm in veel in variatie in, in wat dat wij doen. Dat is is ja. dat ook niet een afspiegeling van de Vlaming? Die zijn eigen. Die doen we al normaal? Ook een beetje wel, misschien denk ik. misschien wel, maar dus ik denk gewoon bij gebrek aan, aan, aan traditie. Ik bedoel, je kunt, ah. dat, ook, je kunt dat studeren he, in Holland. Ja. Je kunt kabareteren, er zijn opleidingen voor. Mm -hmm. Ja, En natuurlijk er dan mensen af die zich gaan bepaalde dingen, regels houden. Ja. Dus die doen allemaal iets mee lieken en iets met... Nu even ernstig. Dat doen die allemaal, terwijl wij studeren daar niet voor. hè, we nee. gaan gewoon naar een café. Dat is omdat je al niet gestudeerd hè? Is dat meer? <laughs> <laughs> oh, nou, in oh, dan, zijn oh, geval niet, natuurlijk. Want jij uh, <laughs> is zelfs uh, bio-ingenieur. Ja. Ja, ja. In de cel- en gentechnologie. technologie. <laughs> Unbelievable. Ja, pas op, dat valt eigenlijk goed mee. Is dat dan bij Belgische stand-up comedians. Dus ze zijn er wel, ja, wel een ja, paar ja, bij, wel. Zijn die dat echt niet gestudeerd hebben hier. In tegenstelling tot in Nederland is het vaak inderdaad ja, die hebben theater. Gedaan. Hebben die niet veel anders gedaan? Of zijn dat van die debielen, gelijk mij, die zoiets hebben van was nergens goed in, maar bleek funny te zijn. Maar in. ze in, 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 zijn er wel het levende, Het Ze zijn er wel inderdaad, ja. ja. En een magna cum laude ja. afgestudeerd. Ja. Misschien zelfs wel summa cum laude. <laughs> maar uh, u, ja, dat is, dat is inderdaad een enorm verschil, vind ik. Er is wel. volgens mij geen enkele theatermens die uh, comedian is in Vlaanderen. Ik ben nu even aan het afkomen, volgens de een mij. Adrian? Adrian, Adrian. Adrian, ja. ja. Dat is een uitzondering, ja. ja. Want de meeste daarvan, hoe heet hem? Bert Gabriels dat is een advocaat. Die heeft wel ook re, iets re, na, na, zijn, na zijn rechten nog iets ja. theaterregie gedaan wel. Dat jij wel. Ook, jij, wat ik wel grappig vind, is dat jij, hè, jij hebt afgestudeerd als, als bio-ingenieur, jij bent ook les gaan geven ja. aan de, aan de, de middelbare, middelbare school, school. hoe ja. was dat eigenlijk, lesgeven aan middelbare schoolstudenten? Ja, dat was uh, tweede middelbaar en derde middelbaar, dat was in een school die eigenlijk nog maar pas was opgericht, dus die hadden maar drie middelbaren nog maar, dus dat was een hele kleine school. Mijn eigen pedagogische visie, nou, nou ja, nogal, uh, het, is, het was niet Frenijn, maar het was familie daarvan, maar zo was ja. zelf uh, bedacht, dus redelijk aan de hippie kant, ik werd ook gewoon Bart genoemd en niet meneer Canaerts. Ja. Uh, en dus daar ging wel een, een, een hele toffe sfeer, en in de derde middelbaar gaf ik 17 uur per week gaf ik les. Ja. Ja, de, de helft van de lessen waren van mij, ik gaf alle wetenschappen en nog eens informatica en, en, en wiskunde ook nog eens. Mm -hmm. uh, en ik vond dat leuk. Ik vond de, de 50 minuten het publiek hebben. Ja. vond ik tof. En die 50 minuten proberen aan uw lippen te doen hangen, al is dat mijn, mijn, mijn wiskunde. Ja. Dat vond ik tof. Maar alles wat erbij kwam, niet. Ja. Zo, ja, de vergaderingen en, en het, mm. het voorbereiden. En ook het kinderen opvoeden. Wat mm -hmm. dat ook een deel ook van uw, uw taak is. <laughs> ja, en je zit dan 24, je hebt geen idee. Ik, ik, ik vond mijn eigen nog niet eens. Opgevoed, al heeft nog klaar met mm -hmm. opgevoed worden. Dus dat vond ik. Dat vond ik, ik dacht, van, ik ben hier raak te jong voor om dat, om dat, om dat goed te kunnen. Ja. Zeker omdat in dat soort school wordt er meer verwacht van u dan alleen maar kennis doorgeven. Je moet ook nog wel andere vaardigheden aanleren of, of, of die jongeren helpen of begeleiden. En dat, was, dat ging echt boven mijn kop. Mm. Ik had ook nul uh, gezag. <laughs> ja, ik was 24 en ik wou ja. gewoon een toffe zijn. Mm. Ja, waarom zijn we niet comedian geworden? Omdat ik, ik wilde mensen met toffe vinden. Ja. Mm -hmm. Dus dat was daar ook niet anders. En in dat derde middelbaar viel dat geweldig mee, omdat ik die zo vaak zag, was er wel een soort band en hadden die wel een soort respect. Ik herinner me dat ik ooit eens in het derde middelbaar. En ze waren aan het babbelen en, ik, en ik, ik wist niet wat ik moest doen en ik zei van, dat ik gewoon zei gewoon Jongens, ik ben echt super teleurgesteld en dan buiten ben gewandeld. Zo die een die, die, die nul truc van, en dat werkte lekker een tijd. Die hadden oh nee, omdat die, omdat we echt, die hadden wel een soort sympathie voor mij. En dan waren die echt zei, sorry komen zeggen en dan waren die kei lief en, en volgden die kei. Maar in het tweede waren waar echt gewoon 13 13-jarige zijn, mm -hmm. liep dat elke les volledig uit de hand. Ik had ja. die totaal niet onder controle, ik zette dan mensen in straf en die kwamen er gewoon terug en ik, -ha -ha! <laughs> ik, ik dacht, dat, ik kom ik dan niet. Uh, en, maar omdat ik voelde van, maar het publiek ding vind ik wel leuk, mm -hmm. ben ik, ben ik uh, na twee jaar lesgeven toch uh, Herman Terling, allee, de conservatorium gaan doen, ja. ja. En daar heb jij woordkunst gedaan. Eén jaar, ja. Ja, ja omdat dat, dat leek mij de. Ik, voelde me... ik dacht niet echt dat er, dat er een acteur in mij zat. Dus toneelkunst heb ik niet gedaan. En kleinkunst is liedjes maken. Dus dat dat, dat zag ik mm -hmm. helemaal niet in mijn eigen. En woordkunst was het breedste. Je kreeg zowel uh, podiumdingen als, als radio. Maar ook presenteren. En zo ik kreeg je van, van alles. Mm -hmm. wat. Dus dat leek mij de ruimste opleiding. En dat was keihard leuk. Super leuk jaar. Uh, ik zat. Uh, in het, in het eerste jaar toneel zat zo uh, Matteo Simoni en zo en Rick zat zaten daar in het eerste. jaar. Dus we hadden mm -hmm. samen. LO en zo we hadden wij zo samen. We hadden zo'n paar vakken samen. Ze mm -hmm. dus was een super jaar. Um, maar na een jaar bleek wel van. Dat dat. Allee, zeker bij de, de het, het podiumvakken. Mm -hmm. Dat heet dan ook gewoon podium. Ze hebben daar niet <laughs> heel lang over nagedacht. Ja. Het vak podium. Mm -hmm. um, ik kreeg, ik kreeg commentaar als... ze. Uh, um, um, je hebt te weinig schaduwkant. We zien te weinig schaduwkant. Het gaat te vlot. Als je op het podium staat, het gaat te vlot. Het ah, is... ja. Je staat je doet... Je... Dat was dan vaak gedichten. Voor je doet dat en dat, dat gaat te vlot. We voelen in de ja. schaduwkant. Als in, je ze niet crap genoeg bij moment. <laughs> wat was dan de vraag? Want... Ik, ik merk wel heel erg bij, bij van die opleidingen. Ik heb ook even in Thailink gezeten, ja, ja. maar dan maar voor een week. Hè, zo, twee keer een week eigenlijk. Maar wat je daar vooral ook. Die, die waren ook allemaal. Die hadden een fascinatie voor iets dat ik nooit heb gedeeld: de schoonheid van het falen. Ja. Hè, zo, wij zien graag iemand naar de kloten gaan op een podium. En ik denk, ik zie dat alleen maar graag gebeuren. Als dat is wat hij wil. Als het zijn plan is en hij zoiets yeah. van: ik, ik maak het zo awkward dat niemand weet waar dat moet kruipen, maar je weet goed genoeg dat hij dat in de yeah, hand yeah, heeft. Yeah. Dan vind ik er een schoonheid aan. Maar zo dat, 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 dat ja, dat, 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 dat werkte niet. En dat was mooi. En dan denk ik, nee, en niemand vindt dat ook. <laughs> Iedereen vindt dat gewoon vervelend. Wat was uw schaduwkant dat je dat miste? Dat je niet donker genoeg wordt Ja, ik dat denk het. Niet... En, ik, en ik dacht toen altijd van, ja, maar ik, ik, ik denk dat ik dat, dat ik dat gewoon ook niet heb. Ik heb een, 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 een redelijk zorgeloze mm -hmm. jeugd gehad. Ik, ik sta redelijk... Allee, ik sta eigenlijk heel vrolijk in het leven. Ik, ik heb eigenlijk geen... Donkere gedachten. Ik, dus ik wist niet hoe waar ik dat moest gaan halen. Ja, ik ik zin een beetje zo. Zoals dat ja. op dat podium. Ja. Allee, ik sta harder als mijn eigen op een podium dan, dan mijn klasgenoten. Denk ik. Maar dat was dan toch niet wat dat zij zochten of zo. Wat ik misschien ook nog wel ergens snapte. Dus ik voelde gewoon na een jaar van. Ik, dat is gewoon niet wat ik. Dat is niet op uh, je geprobeerd heel... om er zo wat schaduwkant in te steken, zo, zo wat geforceerd. Ja, waarschijnlijk we we wel. Ja, doen, ja, alsof. waarschijnlijk. Ja, dat <laughs> ja. we wat meer pauzes laten. dan gaat ga de schaduwkant spelen. En dat is natuurlijk ja. ook helemaal verkeerd. En ik dacht, ja, ik was ook al 26. Hè. Al de, mijn kasten mm -hmm. waren, <coughs> waren 18 of 19. Ik denk van, ja, als ik, als ik het nu nog niet heb, ik kan me inmelden als je 18 bent, dat je dat nog wat moet zoeken, maar ik, ik, volgens mij heb ik geen schaduwkant. Dus ik denk van, ik, wat ik gewoon wil, wat ik heel duidelijk voel, van, ik wil mensen entertainen gewoon, blijkbaar. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk niet wat die opleiding verdient. Dat is niet entertainen, mm -hmm. is daar is daar... Uh, u, u, dat is een, aan, woord. een vuil, vuil woord, een bek. Uh, pas op, ik ben aan de topopleiding, want daar, ik bedoel, al onze beste acteurs komen daaruit. Dus die opleiding heeft zeker zijn, zijn nut en zijn waarde. Maar ik dacht van... Ja, niet voor mij, denk ik. En ik had dan een herexamen uh, uh, spraak, mm -hmm. dat Ik uh, <laughs> ik niet, niet, niet goed kon spreken. <laughs> en wat was het probleem met uw spraak dan? Ja, van alles. Een, een, een luie L. Ik heb een heel luie L. Oké. Okay. Uh, en, en mijn A's en mijn O's zijn te, mechel, te mechels allemaal. Hè. Ja. Ik ken het er moeilijk uit. En ik had, je moest ook met de tong.r spreken. Mm -hmm. Die ik nu wel kan, maar ik, bij mij, ik, ik wissel tussen, onbewust tussen een Huig-R en een tongpunt ja dat, hoorde. ja, dat hoorde ook vooral als jij zingt. Dat is wel funny, dan kun jij soms zo ja, dus, heel hard die r ja. maar soms ook compleet het nee. tegenovergestelde. Dus, dat ik er vanaf welke letter dat ervoor zit of zo. Ja. Als, als, als de andere letter ook een guturaal is, zoals de K zo, dan, komt de kr, dan komt de R dankzij daarmee. Ja. Maar als trrr, dan is het wel langs, alles wat. Ja, ja, ja. <laughs> uh, dus ik was gebuist. En toch gebuist. Je kunt dat zo goed <laughs> opleggen ja. en dan nee, maar, toch gebuist. Theoretisch kan ik heel, heel goed praten. Zo. Ja, maar dat had ik, uh, al, ja. door. Dat had ik uh, al door. En dat je zo aan het lesgeven wordt, is dat zo. Uh, ik vind dat je, want je zegt eerlijk van jou: ik had het niet altijd gezegd. Maar je hebt er wel niks van over Want er zijn wel veel leerkrachten tegenwoordig die zo burn-outs hebben. Is dat iets dat je dan snapt? Is dat in die korte periode dat je er wel begrip voor kreeg? Ik heb het ook maar twee jaar gedaan. Hè? Ja, um, ja ik, 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 ik snap dat helemaal, denk ik. Ja. Want ik, ik zeg het, ik gaf in de tweede en derde middelbare les, waar, en dat waren eigenlijk op papier waren dat echt superlieve, uh, brave kinderen. He, dat was een beetje een hippieschool, Dus Dat, was, allee, dat klinkt nu perotief, maar dat, want, dat is op zich is dat een, een topvisie dat die hadden. Hè? Maar de, die trekken bijna van nature wel... Um, ...gegoede ouders aan, zeg maar. Mm -hmm. Mm -hmm. Want die zijn bezig met... ...hoe wil ik dat mijn kind wordt opgevoed? Dus die kiezen bewust voor zo'n school. Dus dat zijn kinderen met... met ...meer en deel toch... ...ook een, echt een goede thuissituatie. Dus dat zijn wel opgevoede kinderen. Ik kan me inbeelden in, in dat in sommige scholen... ...waar dat mm -hmm. veel, ...veel kinderen uit, uit, uit kansarme gezinnen... ...of whatever... Uh, dat die door tal van, tal van redenen veel moeilijker zijn in hun omgang, dat is super heftig, volgens mij, om daar les te geven, ja. mm. En dat snap ik volledig. Dat, 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 ik zou dat niet kunnen. Ik zou dat niet kunnen. Nee. Dus ik snap dat keihard, ja. Dat je daar dan dat wat mij wel opviel, ja. toen je dat zei, dat je zei van, ik vond het gewoon leuk om 50 minuten publiek te hebben. Ja, ja. Waar, um, ik heb ook even, even eh, een opleiding gedaan, Engels-Nederlands geschiedenis, een eh, opleiding. En ik had een drama leraar Die hebben eigenlijk heel veel in gang gezet. Dat is ah, heel ja, ja, funny, cool, maar ik, ik moest dan zo oefeningen doen en, en, en zo gekend Dat Dan moeten les lesgeven aan uw eigen mede, aan uw aan klas en zo. Eh, Co-teaching en zo en zo, dat soort dingen. En na een tijd zei hij tegen mij, mag ik u eens iets vragen? Wilde jij eigenlijk lesgeven of wilde jij een publiek? Maar zalig. Dat, dat viel keihard op hey, of zo bij mij. Ja. Ook dat hij het door had van, jij entertaint heel graag een bende mensen, maar dat interesseert u niet of dat die iets leren of niet. <laughs> Die heeft toen tegen mij gezegd, misschien is de studio hermenteerlijk ah, ja, wel cool. iets voor u. En daarom denk ik dat gaan doen. Ah, ja, ook omwille okay. van een, een leraren situatie. Ja, ja, maar pa. wel niet gelijk ga ja, Ik heb niet echt lesgegeven. Nee, ja, ja. Ik heb ook geen echt diploma. Dat ook niet. Je hebt wel fake lesgegeven. Ja, 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 dan... ja, ja, heel fake ook. Ja. Ja. <laughs> ja, maar dat is een beetje optreden. Ja. Hè? Ja. Lesgeven. Ja, Lesgeven. Je zit ja. ook een beetje, uh, nooit helemaal uw want je kunt er niet goed... je moet mm nog altijd wel iets van kennisoverdracht doen. Dus dat is een bekken op het podium staan. Hè? Ja. Dus ja, Sam door Henk Rijker heeft ook les gegeven. Hè? Ja, volgens mij. Ja, het enige dat ik, dat ik denk, dat ik, dat ik voor me, komedy, dus de, de, het recht eigenlijk om als iemand je autoriteit in vraag stelt, kunnen daar heel grof op reageren. Hè? <laughs> en dat kunnen niet als, als, als leraar, en ik ja. zou daar heel slecht in zijn, denk ik. Ja. Want ik heb een vreselijk ego. Dus ik denk dat dat als iemand mij echt mijn autoriteit in vraag zou stellen voor de klas, dat ik er niet heel goed mee zou omgaan. Nee, ik heb, ik heb, ik heb een, een hekkelend kind ook ooit, in het dat, dat middelbaar, compleet... Afgeslagen Nee, afgeslagen riem. niet, maar die luisterde, die luisterde niet, en ik heb wel iets gezegd in de trance van oh jongen, ga graag toch niet in derde middelbaar. Oh. Wat, dat... Totaal oh, wat ik echt soms ja. nog aan denk, en van, denk ja, ja, ja. Wat, wat bezielde Misschien, me. Ik toen... Misschien loop je daar nog altijd mee rond. Ja, ik, want op het einde van het jaar hè, deed je dan andere leerkrachten deed dan samen met die klasse een evaluatie mm. van elke leerkracht. En dat kreeg ik toen wel terug. Dat was keihard blijven hangen bij die jongen. Ja, dus ja. Sam meten hem. Ik, vond dat, ja, ik dacht van ja ik heb dat inderdaad echt, dat is vreselijk dat je dat mm -hmm. maar geen van geen hout pijlen weten te maken en, en niks beter vinden dan van ik zal u eens gewoon ja. mijn woorden dan kapot maken. dat is een dertienjarig kind dat zei je niet ja ja want jij had dat ook meegemaakt hè jij had ook zo'n leraar dat is zo keihard fouten ja je omdat, je, omdat je al niet zei van ja het zou niet mogen maar ja, we hebben allemaal die leraren wel gehad hè mm -hmm. ja 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 en wat ik ben je... er zelfs ooit eens ja. uitgehaald als een voorbeeld van, kijk eens aan jongens, hier een voorbeeld van iemand dat nooit ergens gaat komen. Nee, echt? Ja. No shit. Dat wat dus ja. ja. Te, te ja. Mijn... En dat je dat nadenkt... <laughs> <laughs> Want dat, dat kan je motiveren, maar dat kan je ook compleet onderuit halen. Ja, ja, dat he. is totaal... Dat... Op het moment dat je dat te horen krijgt, is dat wel niet leuk. Nee, in een, 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 een Rocky-film is dat een schoon moment, maar dat... dat ja, dat is dus omdat je weet dat er een moment gaat komen dat er een tegendeel gaat bewijzen. Maar op dat moment dat je daar ziet, is er ook een deel van je dat denkt... Ja, misschien is dat ook wel zo. Ja, ja, ja... Dat was bij, de, bij, bij die Sam ook zo. Ja. Dus ik hoop kaart dat hij nu, weet ik veel, het, mm -hmm. alle, heel gelukkig is en denkt: van fuck off, konaard. Ja. Hoop ik, ja. ja. En sorry, Sam. Nogmaals. Of je kijkt naar al uw successen en je denkt: in nee, mijn leven geruineerd. en dan wordt hij nog succesvol ook nog. <laughs> om mijn gezicht daarin te wrijven. Oh. <laughs> en Sam, nog altijd niet ja. interne middelbaar? <laughs> Jawel, hij is naar terden terde gegaan. Ah. Ja. Probleemloos, denk ik zelfs. Dus ja. Ja, 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 ja. Dus dat is, dat is dat, niet, niet uh, goed te praten, maar dat is echt gewoon een soort machteloosheid dat je wel hebt als. En ik snap dat je dat als kind ook niet, niet snapt. Je ziet je leraar ook niet als een mens, hè? Dat is nee. gewoon een soort. Ja, een ja. uberwezen dat gewoon keihard slim is en keihard veel info heeft, terwijl die heeft ook gewoon. S morgens misschien ruzie gehad met zijn vrouw, of weet ik veel, iemand die gest... Allee, snap, snap dat? dat is een combinatie met je leeftijd. Hè? Als, je puber, ook al. als puber zitten we met niks anders bezig nee, dan jezelf. Nee nee. Ja, nee, nee, nee. Je denkt ook dat hij je dat niet erg vindt. Je nee. kunt dat ook niet verwachten hè, van kinderen natuurlijk, maar dat is raar om te weten als, als, als volwassen als je daar staat. En ik voelde me daar ook niet eens volwassen. Dus ik zou nu denk ik, denk ik, beter kunnen lesgeven dan toen. Ah. Denk ik. Ja, ik dat... er niet. Nee. 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 Maar wat ik wel merkte, was, wat je zegt is wel keihard waar. Want ik was ooit eens terug in Sint-Lodewijk, waar ik dan gezeten heb, ah, ja, ja. een optreden gaan doen. Omdat Oeh. ik toen, en dat had dat, dat dan gevraagd. En dat was mee in de musical dat hij geschreven had. Dat zo vijf minuutjes. Dat ik dan mocht stand-uppen. En ik deed dat dan. Hè? Allee, dat, dat worden zo wat de celebrity ja, guests ja, 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 eigenlijk. Ja, ja, ja. op je eigen school. En ik kwam mijn eigen leraren van vroeger tegen. En ik zeg, ah, oh, meneer Van de Vijver. En die zegt, ja, zegt maar Patrick. Ja, hè, ja, ja. En dat kon ik niet. Nee, nee, snap Allee, ik. Ik had snap het ik. daar kei moeilijk snap mee ik, om, om daartegen te zeggen. ja, hé, hey, Patrick, Sava. Ja. Ik doe dat nu wel dat ik die nog zie. Ja. Maar dat kost nog altijd moeite. Ja, snap moeite. ik, ja. Omdat je blijft die je bleft zo zien als dat de autoriteitsfiguur. Ja, ja, ja. Ja, dat is heel weird. Jij hebt ooit zo'n dingen gedaan, zo'n reunies of terug naar een school geweest. Maar ik doe dat niet graag, maar ik, ik, ik zie ook niet graag af. Ik heb helemaal geen, niks meer nostalgie. Ik vind mm -hmm. dat, ik vind dat het heel. Dat de mij weer weemoedig Op zo'n foto's van vroeger. Ja, dat, is het, ja. dat is het idee wel, een beetje, hè? Je ja, mocht daar weer moedig ik, ik van zijn. Ik word af en toe uitgenodigd en dan denk ik altijd. Gelukkig heb ik nog geen excuus moeten verzinnen, want er is altijd wel iets te doen. Want het is altijd wel goed om dat op een dag te doen, ah, ja. dat je niet kunt. Maar nee, mm -hmm. ik heb daar niet veel. Uh, ja, ja, bij mij ging dat vooral over dat optreden, hè, dat spelen. Ja, 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 dat je vroeg: ja, ja. Van, wil je dat doen? Maar en ineens ja, kom je er dan in terecht ja, ja, ja. en zitten daar en denken: ah oh, shit, ja, dat maar, was, dat maar was dat, hier vroeger. Maar dat is iets anders dan, ja. dan ga je. Dat naar, naar je roots terug. Maar de ja. reunie is echt met iedereen. waar je... Dan moet je de hele tijd worden geconfronteerd met die mensen, wat, wat daarvan geworden is. Terwijl als je dan. Ik ben wel normaal oud school ooit terug geweest of zo. Mm -hmm. Dat vind ik minder echt, maar een reunie. Dat zit dan ook... Weet je, Facebook heet dat op een bepaalde manier ja. Heeft ja, ja, veel ja, lang gedaan. Heel heel nodig, heel ja, heel hard. Ja. Ja, weet je, ja. dan denk er toe zijn iemand die er niet meer is en zo. Hè. Spoken het het verleden. Ja, 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 ja. Die je soms niet gerust laten. Ja. Dat je denkt, gast, <laughs> toen was het ook al niet zo fantastisch. <laughs> zo. <laughs> <laughs> um, we hebben ooit een reunie... Als we vijf jaar uit school waren, hebben we een reunie gedaan en we hadden het... Allee, ik de denk dat dat zelfs mijn idee was. We dachten van misschien is het tof om op een zaterdag naar school te gaan en echt aan uh, leraars van ons te vragen: kom nog eens de een les lesgeven aan ons. Oh my god, seriously. Okay. <laughs> Ik denk, ja, Lat uh, Latijn wiskunde denk je, dus dat, dat soort nerds waren wij. <laughs> maar we hebben maar gelukkig maar twee leerkrachten gevonden die zo zot waren om dan les te komen geven. Mm. En de ene die, die gaf Latijn, dat was wel cool, want die liet ons dan vertellen over wat wij nu aan het doen waren in het Latijn. Ah, ja. Wat een beetje grappig was, omdat er nog te proberen dat was lachen. Ja. En dan de vrouw godsdienst was opgekomen. En die, die begon met, jongens, ik heb iets superleuk. Uh, er is zit daar zit jaar een nieuwe handboek godsdienst. En ik wil eens laten zien hoe we, hoe we tegenwoordig godsdienst geven. Dus ik ga gewoon een lesje geven uit het nieuwe handboek godsdienst. Dus die heeft echt gewoon echt een uur echt godsdienst gegeven. En wat fascinerend was, is dat, dat was vijf jaar geleden, hoe dat we allemaal instant in godsdienstmodus gingen, namelijk kijken en doen dat gaan aan maar in uw kop met iets anders bezig zijn. Dus dat was super, achteraf zeiden je we, we dan ook, ja, wij zijn ook allemaal of iets anders bezig, maar zo wel volgen. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Was er veel veranderd? In die een boek bedoelde? Ja, gewoon. Dat weet ik, dat weet ik niet meer. Want ik heb de indruk dat als je godsdienst tegenwoordig... He dat... zoned out. Ja. Dat ja. ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. ja, weet ik echt niet meer. Maar is godsdienst niet minder erg als vroeger, als in onze tijd? Ja. Is dat niet meer filosofie geworden, of zo? Ja, dat gaat meer. Uh, dat was het eigenlijk al een beetje aan het worden. Ja, vond ik ja. ik, zelfs in mijn laatste middelbare jaren hadden al wel zo'n. Wij hadden nooit. Ik zal zeggen, ik ben de, mijn allereerste godsdienstleraar is, mevrouw Van Horik, die kan niet anders dan dood zijn, want die was toen al 200 jaar. <laughs> En die was, uh, die, was, die was heel fire en brimstone, zoals het heet. Dat was echt letterlijk gebrand in de hel. Waardoor ik mijn levenslang een afkeer van alles wat met religie te dat maken heeft. Wel uit. een fascinatie, wel, hè, want ja. ik vind dat wel heel fascinerend. Maar het, het willen geloven of dat, dat deed hij gewoon van die kant vanaf dag één naar de botten golpen. Want zat dat, alleen... daarvoor... daarvoor. Waar jij wel geloofd? Nee, maar mijn mama was dat wel ja. en mijn grootmoeder was dat heel ah, ja. hard. En ik heb, ik heb heel hard toen ik klein was. Um ik heb letterlijk bij mijn oma op de schot gezeten. dat hij Bijbelverhalen aan ah, ja, bij mij cool. vertelde. Ah, ja, maar die vertelde daar wel als sprookjes. en ik bedoel, Samson is een raag verhaal. Hè. Zo je knipt hij ja, zijn ja, ja, haar ja. af. en dan. God geeft hij zijn haar terug. en dan duwt hij die, die pilaren omver. Ja, 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 ja. Dat zijn allemaal coole verhalen. Maar op zich, op zich is, ja, maar, ja, maar hoe dat mijn oma dat vertelde. als ja, ja. ik zo'n godsdienstleraar is. dat wie weet, was ik nu leraar catechesigerist. of zo, dat, dat weet ik niet. Maar die had er gewoon voor gezorgd. dat ik zo'n hartgrond. Een hekel ja, 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 ja. had. En dan ging ik ook nog het eerste middelbaar in Sint-Jan Bergmans college, waar dat dan ook overal zo'n Maria-beeld u kwaad aan het ja. aankijken was. En, en ja, dat, dat, dat heeft voor mij gewoon zo'n soort enorme onderdrukkende sfeer gehad. dat ja, 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 Heel snap, hard voor ik. mij. Dus en ik begon dat pas leuk te vinden in de latere jaren, als je zo wat de, de leraar had dat zei van. Uh, Oh, breng die zo'n een liedje mee dat je ja. graag hoort, en dan gaan we dat eens bespreken. En dat vind was altijd dat uh, je liedjes kreeg. dat waren mm -hmm. ook van die. Van die... Ja, ik was zelf ook veel met muziek mm -hmm. bezig, maar er waren altijd artiesten waar ik nog nooit van gehoord had. Weet dat nog zo? Ja. Bruce Cockburn. <laughs> <laughs> die, die, nee, die heeft... Cockburn is officieel een van de beste <laughs> achternamen aller tijden. <laughs> dat is zo'n parallel universum hè, van, van christelijke, christelijke ah, rockzangers. Ja. Ja. Ellie yep. en Rickert en zo was dat ook, hè? Ah, ja. Verzat, was Ellie ja. en Rickert christelijk? Ja, ja, toch. Die, die hadden, die de hadden de een kalgenbal bom niet. Die hadden ze even LSD gepakt. Maar uh, <laughs> die hebben ook die hebben wel uh, Jezus-dingen, ja. 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 ja, ik vind het altijd zot zo, als, je zo, als je nog eens tv kijkt en je deed dan zo zappen, zo de evangelische omroep. Ja, de AO. Goed, oh ja. De E.O. Kinderkrant. <laughs> was er nieuws over. Het eh, was altijd wel eh, met Jezus. Eh, want ik vind de manier van Jezus, Jezus, Jezus. uitspreken. De mooiste manier. Jezus. Jezus. Zo, ja, man. Ik, ik vond dat. Uh, ja, ik, ik, ik herinner me nog dat wij zo een eigen liedje moesten meepakken. En je hebt dan altijd zo in in de klas. Eh, de de klaspunker. Jezus had van uh, ik kon niet zijn nummer meepakken. Ja. En het nummer was: uh, Jesus was a terrorist uh, van de Dead Kennedys. Maar ik denk dat well, het probleem was dat de leraar Godsdienst de lyrics beter snapte dan hij. Want hij had eigenlijk gedacht: ik die niet chokeren door gewoon Jesus was a terrorist mee te pakken. Maar ja, dat gaat eigenlijk over het feit dat Jezus tegen de gevestigde orde ging. Ja, 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 ja. En hij begon dat dan uit te leggen, dat dat inderdaad, als je van, vanuit het oogpunt van de Romeinen keek, dat dat waarschijnlijk zo was. En ik zag die zo als een nachtkaas uitkom, ze van Die dacht, die, die, ja. die kon hier buiten ja. gegroeid worden. en hey, die, In zijn volle ja. punkheid dacht hij, deze kon het hier worden. En die kreeg een, een, een godsdienstleraar, dat eigenlijk kon hem uitleggen waarover dat nummer ging. En wij zaten allemaal in de klas en we dachten, ah oh ja, dat is eigenlijk... Heb je dan nog een sticker gekregen, dat, ze Eerst, dat is zo goed geweest. Eerst zo'n goed liedje... Hier is de sticker. Ja. Dat is nog goed geweest? Ja, nog de... erger. No ja, ja, ja. ja. <laughs> Heel goed. Geef u nog agenda, dat? Hier is de sticker. Maar je uh. hebt dan uh, een examen, gehad in Spraak, ja. daar, waarde, daar waarde dat niet zo goed in en dat, dat heeft eigenlijk ook iets teweeggebracht, want jij zei... Oh ja, om, niet, ja, omdat ik sowieso aan het twijfelen was over de opleiding. Uh, wat moet ik die moet ik de examen wel doen, want wil ik die opleiding nog wel? Een de dag van mijn herexamen heb ik dan beslist van, ik ga niet gaan. Ik heb nog wel een beetje geoefend in die grote vakantie. tip tip tap 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 Oh, god. tip tap 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 Maar Je kunt dat echt krijgen, hè. Ik heb dat moeten doen, dat is logopedie. Ik weet het, Sorry, maar vertel het. En op die dag was ik van, ik ga het niet doen. En ik heb... dat klinkt dan als een soort legende, maar dat is echt. ik heb me dan die dag ingeschreven voor de Culture Comedy Award. Ik voelde van... Ik wil mensen doen lachen, blijkbaar. Ik denk dat ik dat stiekem al wist voor die opleiding, maar dat ik dat een te grote stap vond om dat dan ineens te gaan doen. Mm -hmm. Zo een t-shirt aantrekken van ik vind mijn eigen grappig, dat, dat was... Ik durf die nog niet aan te doen die ja. t-shirt. En in die opleiding dan gemerkt van fuck it, ik kan hem, ik kan hem toch eens aan. Want had jij dat al wel, als jij de opleiding aan het doen wordt, en jij moest iets doen dat dat funny was, dat mensen er heel erg mee moesten lachen? gewoon niet per se, want ja, ik, wij moesten opgeleide teksten doen die... Pablo en Ruda weinig weinig lachen. Pablo en Ruda. <laughs> um, maar als er dan toch eens iets insloopt dat de mensen moesten lachen, voelde ik al wel die kick die ik nu nog altijd voel van dat is wel cool. Dat is mm -hmm. gewoon, en dat is dan weet ik veel bij zo'n examen 50 man of zo. Als 50 man lacht, ja, is gewoon plezierig. Mm -hmm. um, en ik heb me dan ingeschreven. Voor die, ik, ik wist niet, ja, hoe beginnen daar aan comedy? En dan zo wat surfen. En, oh, een wedstrijd in Holland. De kinderen dat ook allemaal niet. En me dan maar ingeschreven. Uh, oh. En dan een maand later met mijn eerste optreden. Uh, voor Want ik weet ook, ik zat toen ook in de. In de nee, ik ging toen. Mm -hmm. um, hoe, hoe heet dat dan? Een soort ingangsproef doen voor de BIL, de Belgische Improvisatie. Ah, ja, ja, ja. Daar ja, ja. ja. ja, ook maar eens ja. proberen improvisatie misschien. doen. Is, dat is ook elke wannabe comedian wel ergens ja, in voilà, terecht voilà, komen voilà. op een bepaald moment. En ik, zat, ik deed toen uh, Auditie, denk ik dat dat dan heette, met Michael van Peel. Ja. ja, dus je was daar ook. En die, achteraf mij aan Babbel en die deed toen al een comedy. En ik zei van ah, grappig, ik heb mij ingeschreven voor de culse comedy Award. En die maar zot, dat is wel voor. Dat moet al even bezig zijn. Dat doe je wel niet. Mm -hmm. Als uw eerste optreden ja van ah, fuck, oei, dat is, dat is dan ja. blijkbaar niet de bedoeling. <laughs> maar ja, van, ik heb me nu ingeschreven. En ik heb dan, dan, dan uh, toch, maar, toch maar meegedaan. Ja, Niet alleen meegedaan. En dan hè? en dan uh, met wat chance, maar ja, bon, dat moet altijd hebben. Een paar maanden later ook gewonnen. Ja. Ja. En daarop heeft de Michael dan gewonnen. Ja. Dus dan, dan dacht hij: van, ah, oh, als die gast die pas begint dat kan winnen. Want <laughs> uw eerste optreden was in de Joker. Hè? Ja, ja, dat was de voorronde van de Colts Comedy Award, was dan in de Joker. Ja. Want hoeveelste show was dat? Uw zesde of zevende dat jij optrad, dat jij dat won? De finale was ja. mijn zevende. Ja, mijn zevende, ja, de zevende ja. keer. En, en de, in Joker, maar de eerste. Nee, ik... Ik had een maat van in uh, Herman Terling en ik had gezegd van mag ik mijn zeven minuten eens, eens komen doen. Dus mijn allereerste optreden was in zijn ouderlijk huis, uh -huh. in zijn ouders waren in het huis, in zijn living, hij zat aan tafel, ik stond naast de tafel, <laughs> ik deed zeven minuten mijn ding. Die heeft zeven minuten niet gelachen, uh -huh. heeft dan op zijn horloge gekeken, ja, dat is zeven minuten, juist. <laughs> Tof, was tof dat een enige feedback, dat je het had, dat was het? En dus van, oh, ik vond het wel grappig, maar die niet gelachen, en van, maar dat is, ook een, dat is ook een ingenieur, dat is een super rationele kerel, die dus dat zoiets van, het is belangrijk dat ze, de mensen ja, ja. vragen, het is zeven minuten, dan moet het wel zeven minuten zijn, dus die had zoiets van, voilà, dat is al, dat dat is al in, in orde. orde. <laughs> het is exact zeven minuten, dat zit goed. Oh. En de rest is smaak, alleen weet ik veel, en ik had, ja, maar ik was welk nou daar iets laat op had gedaan, voor iemand. Mm -hmm. En weet dan jij dan, nog wat voor materiaal dat dat was? Wat ga jij toen uh, gedaan? Um, um, ik weet dat ik begon met... Uh, wat grappig is... Van, uh, jullie kennen waarschijnlijk allemaal de Pappenheimers. Schappen dat dat dan later iets geworden mm -hmm. is, die Pappenheimers. In de Pappenheimers altijd, uh, worden er altijd drie uh, antwoorden weggegeven in het begin van, 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 eh, van de aflevering. Mm -hmm. En ik zei van, ik ga nu al drie clues weggeven van moppen die straks pas moeten komen. Dus ik geef nu al drie plantes weg. Ja. En dan straks worden die grappig. Dan weet ik dat dat het eerste was. En dat de mensen daar al een beetje mee moesten lachen. Maar ik had daar ook de chance dat de kerel voor me echt zeven minuten pijnlijke stilte had gehad in ja. de zoker. Dus gevoelde als ik opkwam dat de mensen iets hadden van. Doet, Die zijn er wel, dat je we zijn... we vinger in je neus. Waar gaan lachen, man? Ja, 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 ja. dus het is lang genoeg geduurd. Dat voelde, dat voelde. Je voelt dat die sfeer. Ja. Uh, dus dat hielp al. En dan. Ja, ik was heel zenuwachtig, dus dat, dat, dat voelde ook een bek. Mm. En dat werkte dan ook bij zo die clues weggeven, dat was dan allemaal zo wat ongemakkelijk. En dan was er een stuk over, over, over Plop. was er dan, herinner mm -hmm. ik mij. Ja. Waarin dat kabouter, uh... kabouter clues, die had uh, peper in de plopmelk gedaan. Mm -hmm. <laughs> Waarom vertel ik deze? Uh... En ik weet niet meer wat dat was, maar dan hadden die, die Houter klus teruggepakt, maar echt honderd keer erger. die dan... Ja. Zo'n beetje Israël-Palestina. En... Ja, maar dat was ja. totaal. <laughs> en ik vond dat echt, als ik dat zag op tv, totaal buiten proportie. En mij daar dan heel kwaad over gemaakt. En dat, dat, dat was dan ja. grappig genoeg, blijkbaar. Want Ik herinner me nog dat toen dat jij daar gespeeld had, dat de fokken uh, u er over je had verteld, hey, dat hij tegen mij ja, had ja, gezegd grappig. van ja, is zo die jonge gast die daar nu meedoet. En die is mega funny. En die neemt ja, een super blijkbaar. grappig stuk over klopt. Over Want ik ja. vind ook wel opmerkelijk dat jij, dat jij te horen kreeg aan, aan de studio, dat jij eigenlijk geen schaduwkant hebt, maar ik vind dat eigenlijk helemaal niet waar. Ze. Ah, misschien dat Vinus Kikuwe comedy zien. Gij ze een onwaarschijnlijk vrolijke gast. Maar jij mokt u hoekie al kwaad in sommige compleet. <laughs> bijna over. Allee, uw haat tegen Ryan Gosling ja. of Luc Bocourt is ja. wel ronduit indrukwekkend. Allee, dat je denkt... <laughs> maar ja, dat, is geen, dat is geen schaduwkant natuurlijk. En dat is wat je dat net zei. Dat is, dat, is, dat is gespeelde kwaadheid. Allee, allee dat, dat komt wel ergens van. Dat komt ergens ja. van. Uh, Zeker met Ryan Gosling. Dat je, dat, ik wat ik heel van. funny vind om dat leken Dus dan zingt er over, over. Dat uw eh, vrouw fan is van Ryan Gosling. En hij gaat volledig het zijn dag mee. Allee, waar is hem dan? Wanneer dat je hem nodig hebt. Maar echt letterlijk. Eh, zo, Nixon Ik zin hier wel. Ja, ja. Zo, daar. Maar daar zit toch zo'n. Je, je kunt het natuurlijk kagoe spelen. Maar daar zit zo'n onwaarschijnlijke. Fuck you, Ryan Gosling, achtig dingen, waar ik wel heel erg mee moest lachen. Want jij kunt u wel heel druk maken. Ja, sommige maar dat dingen. vind ik ook. Dat is ook gewoon. Ja. Dat is ook gewoon heel grappig. Hè? Iemand die zich ja. kwaad maakt, Allee, Ik mm -hmm. moet het u niet, u niet vertellen. En ik, maar, vind het, ik vind het, dan het tofste of het makkelijkste misschien om mij kwaad te maken over iets waar dan niemand zich, waarover dat je niet zo kwaad moet maken. Snap je? Ja, ik ja, zou maar ja. kunnen kwaad maken over, over het politieke bestel in, in, in België, mm -hmm. maar dat is dat daar snappen mensen, dat kun je oprecht kwaad in maken. En daar blijf ik dan vanaf, dat durf ik niet. Of dat denk ik van, oh, daar heb ik te weinig. Daar, 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 daar moeten meer vol voor hebben om dat te doen. Dus ik, ik maak me dan kwaad over. Effectief over Ryan Gosling, wat mm -hmm. dat maar gewoon een acteur is. van. Iedereen is zoiets van: zijn nu kalm. En dat is grappig. Yeah. Of ik maak me kwaad over, over, over als je gaat tanken. Hey, ik heb dan vaak oh, zo'n ja. zo, zo haaksje dat je ja. kunt klikken, en dan tankt dat van zijn eigen. Maar dikke werkt dat ook ja. niet. En dat vind ik tof om daar. ...compleet over de rode kwaad op te maken en dan, bij wijze van spreken, dat tankje zo in brand te steken, omdat ik niet... Omdat ik niet ik, ...maar ik meen oprecht, ik snap dat niet, dat dat niet, dat dat niet, dat dat niet, niet kan werken. Dat is echt een klein moeite. Uh, uh, ik heb degene... het al te voelen. Ja. Dat is wel verergerd. Ja. Dat is heel hard verergerd, want dat is nou een grappige want ik heb daar al lang <laughs> niet op mijn tankje geweest. Vroeger werkte die ja. veel meer. Dat is precies dat ze die ooit eens een één keer gemaakt ik hebben, maar denk... dat die nooit vervangen zijn ofzo. zo ja. Of dat, ik denk zelfs dat, dat, dat pijn van om, om een veiligheidsdingetje, dat die die echt bewust kapot hebben gemaakt. Denk ja. ik. Denk ik. ik, denk ik dat bedoel, dat... Die, die sarens moeten, moeten zelf niet meer komen tanken. Het dus dat kaf... dat die Zou moeten de... doen, is zien dat dat werkt. Zou dat niet lekker café zijn dat je zo dan tap dat een brouwer dat eerst zit en dat je dan jaren niet meer omziet naar dat ding? <laughs> Dat kan Allee, bedoel, dat is normaal hè is... de onderhoud hè? je hebt mensen die dat zo de tapkraan komen dat, ja maar dat, dat zo in de Joker is dat zo een hele geklak van een ja. café, is van oh, al ja. brouwer in het begin zitten malen en dan krijg je er niks ja, meer ja, los ja tuurlijk bedoel ja. dat is mijn tankstation toch ook dat zijn toch ook maar een paar uh... want pas op het is niet dat je iets Allee, ja, wat ik dan tof vind is dat als dat dan werkt om dan zo dat dat zijn mijn lappen te pakken om dan zo je voorraad een keer af te wassen wat ah, nou, ook niet ja. nodig is hè? Maar dan... want wat dat anders te doen daar op zich is dat niet erg dat dat niet werkt maar toch... Nadat, je to, nadat we toch over beesten en dat we hier toch to the bottom gaan, ga als we, een halve wetenschapper dan toch... Wat ik ook nooit niet gesnapt heb, is dat je gsm niet mag gebruiken als je onttankt ze. Is. is dat zo? Is dat nog? Dan hangt dat toch niet meer? Dan heeft dat toch lang gehangen, of niet? En wat was de reden dan? Dat je ja, dat... auto explodeert wanneer belt of, of... je belt? Heb dat ik... nooit gezien? Als nee, je in een tankstation nee, komt... Nee, dat is mij nooit Dat is nooit van voor mijn tijd, denk ik dan. Zo hoe, hoe ik nou? Nee, maar ik krijg nog maar <laughs> tien met een auto, ja. dus ja, jij rijdt wel langer met A, je je de dan, dan de auto en wat hebben ook al ik heb maar, hebben wij ook nog maar 11 jaar of ja. zo of 12 jaar denk ik negen, nu. een 28. en jij was. al, ja lang. dus ik weet dat niet. hè, nee, dat is mij nooit niet opgevallen. ja, lap, dat is zo. vertelde vooral. kende die en, en die dingen, dat diegene. nee. en dat nee, maar het die, zal wel. je kent dat niet. nee, maar wat was dat? ik kende jij nooit. zei jij nooit. er wat de reden was waarom omdat jij zo chemie en biologie, dacht ik van, ja, dan weten ze dingen ook. ja. dat is vervelend dan biologeners en dat mensen alles dan nog maar naar wetenschap rikt, dan denken ze dat ik een soort leven scherm ben. en ik weet, dat allemaal, ik weet dat ook allemaal niet meer. Mijn lieve vogel, ja, dat, ja, ja, ik weet dat niet. Hoe is het op geur? Ja, maar ja, ik weet dat niet. Ja. Dus, ja, ik, ik denk dat dat, dat, dat een compliment je... wel is, hè, als mensen dat verwachten. Ja, maar als je dat niet aan kunt voldoen, dan. Dan allez, smelt dat compliment wel als sneeuw voor de zon. <laughs> je wel echt eens, dan. Moet... Dan heb je meer het gevoel van er wordt meer van mij verwacht ja, dan dat ik kan Ja, en geven. ik kan niet aan die verwachtingen voldoen en dat vind ik niet tof, niet aan verwachtingen. Moet dat misschien voldoen. eens opzoeken wat dat was met die geven. <laughs> Ik ben al, uh, ja, ik nee, ben al bezig. er niet toch? Ja, het is dat? Ik, ik wil daarna eigenlijk wel weten. ga maar, maar, we maar opzoeken met jouw gsm. Wow, ja, wow, Omdat om ik hier juist gezien heb dat mijn maas uh, niet connecteert, dat wil ik ook aan u vragen dat een bluetooth... Uh, marcheert hier even niet, maar ja, aangezien dat je dat ook al niet wist, dan waarschijnlijk... <laughs> die, voilà. moet, dat, voilà. dat zult ik ook wel niet weten dan. <laughs> Met uw opleiding van mijn kloten. <laughs> en dat hij nog lesgegeven ook. <laughs> maar ja, het enige dat je eigenlijk deed was tegen je leerlingen <laughs> zeggen dat ze het nooit het volgend jaar gingen halen. Dus ja, hoe, hoe moet dat dan eigenlijk ook wel geweest zijn? Uh, uh. En hoe was dat Culture Comedy Award, man? Je, doe mee, je, doe, je komt eigenlijk pas kijken als comedian. Ja. Je hebt eigenlijk geen idee. En ineens worden al bijna direct voor de leeuw geworpen. Want he, de finale was dan ook nog eens in Arnhem. Nu is ja. in Nederland erbovenop. Hoe was dat? Ja, dat, 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 dat hielp dan ook, denk ik, omdat ik van, van niks wist, was ik ook minder zenuwachtig als die andere jaren, als die al wel even bezig waren en die mm -hmm. ook de draagwijdte van die wedstrijd kenden of zo. Ik, ja, oh, ik, ik. ik zei dat gewoon van ja, oh, ik wil gewoon een keer comedy doen. Mm -hmm. En daar leek mij nu. Hier kan ik me voor inschrijven. Ja. Want zo open mics dat bestond toen nog niet nee. echt. En zo echt gewoon om de joker in te stappen en te zeggen van ik wil eens comedy doen, dat ik nooit van mijn leven gedurf. Ja. Dus dat was ook niet super, Ik had ook niet echt veel verwacht. Ja, natuurlijk als je eens dat ik in die finale staat, denk je wel, ah ja, wie weet kan ik dat hier wel winnen. En dan was ik wel uh, zenuwachtig of zo. En ik zat samen in de finale met, met Steven Gabriels, mm. uh, die een pak ouder was als mij, maar wat super coole kerel was. En die had een ja. auto ook, dus ik kreeg ja. ook altijd met hem naar rond. dat dan ook nog zo'n finalistentoertje van, ik denk 20 of zo optreden. Dus dat was altijd met hem. Dat was superleuk, en, en, en ja, als je dat dan wint, dan, dan vraagt er wel een Belgische boeker van: heb je een boeker nodig? En je hebt dan een wedstrijd gewonnen, dus dan helpt dat om je verkocht te krijgen. En mm -hmm. ik heb keihard veel de want die, die, twintig, die finalisten dat was direct in twintig theatertjes, zegt. Dus ik heb nooit op, 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 op bierkratten met een plank moeten staan. Dat was altijd wel yeah. direct ver, ver, verzorgd. Dus dat was, ik kon keihard veel. Leren. Ik heb dat eerste jaar denk ik, 50 keer gespeeld, als het, niet, als het misschien niet meer is. Ja. Dus dat was een soort... Ja... Oei. Ja. Dat uh, ging wel... Dat, dat, dat ging inderdaad Dat ging vanzelf. Sneller, van, en ja. Dat ging ook allemaal zo wat, zo wat vanzelf en dat vind ik ook altijd heel tof, dat dat allemaal zo wat zonder plan eigenlijk er zo wat gekomen is en dan win het jaar erop Hummus Comedy Cube ook van ja dat was ook was nog maar een jaar bezig dat was eigenlijk ook snel om in te schrijven. Ja, dat is maar om de twee jaar dus je denkt, wat, kunt maar proberen ja. en dan, maar dan maar wie stond er wie, uh, wie, wie ja, stonden daar ja ik uh, de, 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 toen was daar gestuurd een cd rom <laughs> ja, 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 ja vroeger was het zo'n videotape. Ja, he. Je ja. moest zo iets opsturen ja, ja. En, en op basis daarvan besliste iemand bij humo die zeven mogen in de finale staan ja. dus dat was zonder voorrondes zonder <laughs> Dus dat was al heel raar dat je erbij was, van zo bijvoorbeeld Henk Rijkaart, terzeging van de jeugd, dat is zich allemaal ingeschreven. Bert gauw, dat is hij allemaal ingeschreven. Dat wist hij ook. Dus je dacht van ja, ja, ik maak ook geen kans. Dus ik denk dat hij ook gewoon al die CD-Roms in de zak had gestoken en er gewoon zeven hadden uitgetrokken en die mochten dan komen. Ja. Um, wie was erbij? Uh, Vitalski. <laughs> maar die is niet gekomen. Oh. <laughs> dat vond, <ik, laughs> vond ik al een heel typisch Vitaske ja, om dan ja, ja. niet te komen, dus ik vond ja. dat hij eigenlijk had kunnen winnen, van die, dus gewoon niet, dat vond ik al heel grappig dat hij daar gewoon niet kwam. <laughs> dus de andere finalisten waren dan Joost van Nifte, Hans Solo, Roel Steno, Juan mm -hmm. Mungu Cornelis, Och, de Mungu, uh, en Koen Wulff Wulf. En Nike ja. en, en, en dan, wij het is En ik speelde denk ik vierdes, wat ideaal was. Mm -hmm. Uh, want dat was in de AB, in, in, in rechtstaand publiek. Uh, Raf Koppes was, uh, was, pre was <laughs> presentator <laughs> die dan ik dus een met van ja uh, komt dat Katrien Noval voor? Ik ken hem niet, u ook niet. Iris Barkanarts. Ja. <laughs> <laughs> Oké okay, dan. Uh, en daar had ik ook de chance, dat 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 de voor mij dat dat dan niet krijgen wat gewerkt. Mm. Uh, Terwijl ik die al wel, wel kaart heb zien werken, maar daar werkte dan niet een kwartier lang. En ik had daar ook weer het gevoel van ja, de mensen hebben nu wel honger om te lachen. Dus dat had dat, daar chance wel. Ik hebt eigenlijk uh, heel uw carrière gebouwd op de route van gefaalde comedians, eigenlijk, basically. Uh. Is dat wat je hier ik... aan het vertellen? Zet? Ja, dat is met een truc altijd zien dat je. Ik, uh, ik ben altijd heel leuk als iemand voor mij keihard is afgegaan. Dat is. Uh... Ja, kom, laat ons eerlijk zijn. Als je een voorprogramma hebt, hoopt het ook dat dat voorprogramma niet te goed werkt, toch? Nee. nee, maar de kloterij is dat ik dat vaak doe. Ik pak altijd mensen mee die. Echt Die goed, goed zijn. Zijn. Ja, 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 toe, ja, En dat is mega kakker, ja. want je <laughs> moet daar dan over. En als je zo'n Jeroen Leenders of een Michael ah, ja, ja, van Peel ja, ja, of... of, of. Ja, ja. Thomas Smit, Sander de ja, Rijken, ja, oh, dat ja, zijn ja, allemaal jassen die spelen voor te winnen ja, en die ja, ja. spelen niet voor te verliezen. <laughs> die kleine try-out-tour dat wij gedaan ja, hebben een maand ja, ja. lang, dan is er zo drie bij elkaar. Ja. <laughs> Daar herinner ik mij vooral van dat wij zo met tweeën uh, een soort ijzeren balk met een gordijn in me zitten vasthouden. <laughs> dat de Michael niet stierf op het podium, dat moesten wij voorkomen. Ja. Oh, oh, oh. Ja, want jij stond daar toen het, toen het, toen het, toen het uh, ongeluk zich voltrok, hè. Ja. Want uh, dat moeten we misschien even uitleggen voor de mensen die hier aan het luisteren zijn. Wij, de, wij hebben eh, um, vorig jaar, september, oktober, ja, denk ja. ik, zo'n korte try-out tour gedaan, met drie, omdat we allemaal eh, nieuwe shows aan het maken ja. waren. En wij zaten in een of ander, ja, wat is dat, eh, ik weet niet wat dat was, polyvalente zaal ja, ergens. ja, ja. En uh, het was nogal een curieuze constructie. Hè? De, de... Het was met ladders. Een ladder was het, het cruciale onderdeel van de constructie. Ja. Die hield alles bij elkaar. <laughs> en de de wat... achterwand van het podium, zeg ja. maar. Ja. En zo wat van die klemmen erop ja, en zo. Ja, ja, Ik ja, weet ja, niet ja, wat ja, dat ja. Het allemaal gedaan had. Ja. Maar jij stond daar aan dat ding. En op een bepaald moment valt die ladder eraf. <laughs> en heel dat ding begint nog verder. Wat we aan te maken aan het spelen, is. Hè. Ja. En dan hebben wij eigenlijk heel die zijn optreden <laughs> Er gestaan. <laughs> ja. Met dat ding in onze hand, dat dat niet zou omvallen. Ja. En dan hebben we dan tijdens de pauze iemand nee, van een techniek ja. dat gefixt. Ja. Maar ik denk dat wij allemaal, iedereen <laughs> dat er het podium op moest, de helft van de tijd gewacht hebben. Zoals dat te checken: begin deze hier niet om te hellen ja. of om te vallen, want je overleeft niet. <laughs> is dat, is dat, dat is een keihard vooral maar ik vind ook altijd wel dat dat, dat siert. Dat je hé, alle twee wel zotte dingen hebt gedaan. En dat je hé, ook weet hoe het is om op de top van een berg te zitten. Maar dat je daar wel mee om kunt. Je zou bijna denken: als dat Jennifer Lopez zou overkomen. dan zou het 20 rechtszaken en hoe het miserie zijn. En... <laughs> <laughs> um... Maar ik ben daar te luiver om zo'n rechtszaken dan aan te gaan. Maar ja. Ja, ik denk dat wij meer de humor in al dat ja, soort dingen dat is, zien. Dat was gewoon wel heel je, je erg. En het feit dat je. Dat, dat heeft ook iets heel charmant. En dat, natuurlijk, we leven ook in een klein landje. Hè, man. Wij moeten ons eigenlijk ook niet inbeelden dat je, hoe groot dat je hier ook zit, bent, je bent nooit niet groter dan een onozel klein jeugdhuis. Als je terug moet gaan draaien, nee. dat kun je niet achter je laten. En het en nee? ding is ook, bedoel, je weet ook waar je op dit moment staat. Namelijk in een politieke zaal van mensen die verenigen van de goede doel. Met alle goede wil van de wereld dat probeert te realiseren. als je dat zou voorhebben in het sportpalaas. zodat je misschien wel even zeggen van. boys, deze vind ik niet oké. Okay, mm -hmm. Toch? Ja. Dus dat is. je moet. Of dingen. Ja, we hebben, just, uh, we hebben de zaterdag uh, Christina Aguilera oh, ja, gezien. dat was gaaf. Uh, oh. We gaan niet. Mag je al gaan kijken naar Christina? Ja, ja, ja Dat is een. Eh, nee, is okay. nee, nee, nee. Geet het is al verruimd. maar dat gaan we niet nee, onder... nee, maar Dat is oké. Okay, dat is oké. Okay. <laughs> ja. Een dirty, dirty. En uh, hmm. die was. Misschien uh, niet in een bottel. Die had een volledig. Misschien ja, niet in een fles. Oh, ik denk van, niet dat. Sorry. Ik denk niet dat ze nog <laughs> in een bottel gerokt eigenlijk. Maar dat is een. here we go. Dat was al heel de tijd. we want you to believe in your and to listen to your inner voice and put the fork down <laughs> ja, ja. ja inderdaad dat we waren walgelijk onze vrouwen we waren een beetje boos op ons ah, in, ja. onze, in onze soort walgelijk even we chauvinistische mee? Ja, ja, mannelijkheid we, we, hebben niet, we hebben ons niet van onze beste kant ah, laten ja, nee. zien nee. Maar nee. het kind kan wel zingen dus, maar dat was ook hetgeen we zijn hè. er komt heel veel op, maar er ging ook heel veel in nou. <laughs> Oh, en, maar in, oh. in, in, in onze, in onze verdeling was ze ook bijgekomen. Dus ik bedoel, ja, je ja. snapt ook al dat hij doorgaat. Maar wat ik eigenlijk <laughs> wil zeggen was: die heeft dus een, een geweldige productie bij. En het, ze kan enorm goed zingen. Dus dat is heel Amerikaans. Hè, wat ook niet raar is. Je nee, nee, wacht ook niet dat het is ook verbetaald Dus, dus dat niet. ding dat is nog gigantisch lange intro met schermen en alles wat erop. En dan komt hij met een Lift nog boven. Toen een soort stoel. Hè? Die, oh, die, staat, die komt die die ergens komt... uiteindelijk uit een soort decor. Komt die, en hier zit hij ziet het in een hele rare move. Doen, want die lift was halverwege stilgevallen. Ja. En ik denk dat onze grappen van de juist misschien duidelijk maken <laughs> <maar, hè? lacht> Ja, die is er echt zo half uitgekropen. Oh. Uitgerold dan. Ja. En, en dan was hij wel... Uh, dan, die heeft dat wel benoemd, wat altijd best is dat je ja, kunt ja, doen. Ja, ja. Maar uh, dan zei hij zo in het zingen, zei hij zoiets van, uh, I think we have to figure out some shit. Maar ik zag ik zo: <laughs> ja, yeah. someone's dacht, gonna get, get fired. <laughs> 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 oh. hey, maar En dan, dan, dan dan ik dan alles. nog. Uh, ja, ja dat was supercool. Ja. Ja. ja, omdat dat ook dat je dan ook omringd zit door een hele crew ja. die dat je ook wel betaalt hè, ook want uiteindelijk kost het u ook wel genoeg om in sportpaleis ja. te staan. En als er dan iets misgaat, maar dat vind ik wel de charme om die, om die die try-out dingen dat wij gedaan ja, hebben ja. Je, je komt ook terecht op zo van die plekken en voor die mensen is dat het evenement van het jaar, moet je hem een t-shirt laten maken van die <lacht> avond <lacht> met alle Sorry. koppen erop en die hebben zo hè, die, die doen ook zo, die, die hebben dan zo wat snacks in een backstage gezet maar dat is zo, je wordt constant gevraagd of dat dat dan ook ja, goed ja, ja, is ja, 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 ja. en wij worden er zo een beetje ongemakkelijk van ja, soms ja, ja, ja. denk je denkt, joh maar voor ons is echt een fles water oké, zo was niet zo hè. en die, die zouden bijna zeggen, ja dat we het in een andere kleur moeten schilderen en ja. hier wist is het goed verrollen. En, en, terwijl dat wij, er alle, hè, wij zaten er alle drie ook zo heel rock en roll te wezen in een backstage, want dat was ook heel funny. Dat is de eerste keer dat wij bij je zaten, wij zaten er met drie zo. In stilte in ons boekske. In te een boekje zo, En zo wat <laughs> kijken zo en af en toe zoiets zien naar elkaar en zo ver En dat je denkt, ja, comedy in een backstage? L hier is het wel lachen, te doen. Lachen man, lachen man. Ja. Hoe komt het eigenlijk als je zo Amerikanen hoort of zo Amerikaanse comedians? Het land is natuurlijk groter, maar die doen dat eigenlijk heel vaak. Hè. Veel meer precies dat die zo, hé, wat is dat er in Los Angeles, de Comedy Store of ja, zo, ja, ja, ja. Dat, dat die heel de tijd ontspelen zijn. En dat zijn allemaal waanzinnige line-ups. Mm -hmm. Maar als, wat Jullie net vertelt, dat klinkt belachelijk cool, maar het is toch ook niet dat je zoveel doet om zo met zowel Alex als Michael en Nika ja, door zo, te gaan. Hè, want dat is een, een schone try-out-affiche. Als je dat als jeugdhuis binnenkrijgt, dan. Uh, allez, ja, ja dat ja ja, ja dat, dat, dat zie je zelden hè? ons met mm -hmm. drie op een affiche. en hoe komt dat omdat we het liefst van al nog alleen uh, avondvullend spelen denk ik ik weet niet en nu komt dat toevallig dat we alle drie in een fase zaten en want ja, met met andere ik, speel, ik speel eigenlijk graag met wie samen, ik weet niet wat het probleem is, eigenlijk is uh... <laughs> Bart, ik dacht dat dat iets bijzonders was, maar oké. Ja, dat, dat was kei, maar waarom, waarom doen we dat niet vaker? Je zou kunnen zeggen van, fuck it, we doen dat niet meer, en we doen gewoon, we doen de culturele centra met ons gedreind. Ja, dat maar dan moet dat moeten we de poen door drie de ja. man, ah. daar hebben we geen zin in. Et voila. Et voila. Voilà. Voilà. Ja, ja. Ik heb het geprobeerd om een ander beeld te maar. <laughs> nee, want dat was inderdaad wel heel leuk of zo. Dat was heel tof heb... dat, dat, dat dat uitkwam. Ik vond. ik heb dat ik al... heb toen ook even niet van, oh, dat is misschien ook een keer tof om gewoon een, een, een half uur maar te maken. Mm -hmm. He, daar, moet, daar moet er veel minder bezig met van ja, ik moet toch een soort van spanningsboog kunnen, een keer iets rustiger en Dan dan kunnen gewoon een half uur gewoon knallen ja. en dat gewoon doen en dan gewoon alle drie in een, een keihard half uur en dat gewoon spelen. Mm -hmm. Dat zou ook tof zijn. Want nu doet ze wat. Tryout chisel daar, maar als dat nu echt gewoon een half uur is dat af is, mm. zou wel cool zijn, denk ik. Zeker. Ik vond, uh, dat ook, ik vond dat ook heel leuk wel als we dat met drie deden, dat, dat, er zo, dat je de feedback op elkaar is soms ook heel, heel handig. Hè? Omdat je, ja, golven zijn mensen waar ik iets van aanneem. Hè? Want ja, je, do, je doet dat niet van iedereen, maar, maar bij hun wel. Ik herinner me nog zo één moment dat ik, ik weet niet meer waar. Ik was weer zo zoekend zoekende naar en dan heb ik zo van die momenten dat je zo. ...een beetje in uw eigen reet begint te verdwijnen, met je uitleg. En dat jij zo na, na dat optreden tegen mij zei... Joh, ...'Niemand vindt dat hier eigenlijk, zo Alex. Dat, geem, dat ga je het zeggen.' Ze. En dat was eigenlijk kaf. Ik weet niet meer waar dat ik weer boos op was. Ja, en zo. Okay, en is niet je weet, hier is niemand mee bezig hier. Ja, dat zit eigenlijk alleen maar in jouw kop, Maar dat was goed om te horen, omdat je dat ineens zo... Ja, hey, dat je, weet je, ik al niet meer. Je, 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 je hebt zo de de neiging om uw eigen te o serieus te gaan nemen en dat iemand dan zegt, dat moet er niet meer, dat is niet, dat is niet nodig. <laughs> en heeft dat, dat, dat dan iets mee gedaan of Ja, absoluut, lijkt, absoluut, Dat was zelfs een, een, een hele goede wake-up call. Okay. Ik heb er twee gehad, een van u en een, een van de All Michael. Right. Ook. De Michael was een die er confronteerde mij, want nou, ik was al in zak en assen na een munt. En die zei tegen mij, zo van. Je ja, jij bent al met je volgorde bezig. Ik zeg, ja, die, die tijd, dat ga je wagen na nog even een beetje naar Voor <laughs> <laughs> wanneer dat gaat erom begint. Want deze zegt erg. Ik zeg, heb al, al geprobeerd om je titel erin te forceren? Ah, ja, 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 en toen ja, ja, ja. was ik helemaal zo... Ik was keihard betrapt. Ja, 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 ja. Dat je er zo staat ja, ja, ja. en denkt, ja... Tuurlijk, en die zo, ja. lot dat los. Zo, dat, dat komt, en negen van de tien doen dat met één onnozele zin. En is dat, of je zegt het zelfs niet. En wat mokken het? Tuurlijk. En dat was echt zo'n moment dat ik dacht: ja, dat is dat en samen in de pita eindigen met drie. Uh. <laughs> ik, weet, ik herinner me ook, dat is heel lang geleden, ik weet niet hoe dat, dat precies in elkaar zat, maar er was een soort comedy-wedstrijd in de Joker. Ja, ook, en ik deed ook mee, en we, dat was zo'n allerlei rondes, zo impro-comedy. Oh ja, ja, En elke ronde viel er iemand af, dus dat was heel haantjes wel. Toen mm -hmm. dus zijn met vijf queens begonnen. En, het eerste was dan, je gekregen een woord het publiek en dan moeten we daar vijf minuten comedy over doen. En we waren allemaal stond, te zenuwachtig. Uh, en ik denk dat er pauze was of zo En jij was er denk ik nog bij, ik, ik weet niet meer. En jij was nog altijd ja ik, ik vind dat moeilijk. En ik zei van, ik denk dat ik iets zei van, ja maar, jij uh, weet toch dat je grappig bent van <laughs> je eigen. Je weet toch, als je op café zit en iemand zegt iets, dat dat wel grappig wordt. Dus je moet toch maar gewoon beginnen vertellen. En je weet toch, dat dat dan grappig wordt. Dat is waar. En dan denk je dat kaart gewonnen. <laughs> maar dat is zo grappig maar, maar, dat je daar nog van overtuigd moest worden. Maar het grappigste was, was oh ja. dat in dat eerste deel stond ik eigenlijk achter. Dat degene die, dat we... Ik stond samen met een gast die dat de, in de BIL uh, had gespeeld. Het was, niet, het was niet de Geron, maar zo een ja, die... Ja, de Jan Buurman. Nee, niet Jan Buurman ook niet. Het was, uh, want dat had ik ook nog geweten. Het is een gast die ik niet echt heel goed ken ah, ja. en sindsdien ook niet heel veel gezien heb. Maar die was heel ah, goed. Ah, de Bart in... van Tichelt. Dat is ja, ja. En die was heel goed in impro, uiteraard, want dat is wat hij deed. En die doet zijn ding en ik, die deed dat ook nog best goed. En ja, ja, ik wist ja. gewoon van mijn eigen, ja, ik moet hierover. Ja. En dan met dat gesprek met u was er zo'n moment dat ik daar zo begin in kruissnelheid ben beginnen gaan. Maar dat was puur gedreven om dat te winnen. Dat had dat ook geen dat dat kloten niet meer te maken mee. Ik, ik moest gewoon niet dat podium afkomen en dat dan iemand anders moeten geven. Dus, dus dat was wel grappig. Maar... Ja, maar je moet daar het level wat dat dan impro-spelers hebben: van, je moet gewoon beginnen. Mm -hmm. En het je komt wel ergens. En je moet niet willen. Hey, dat, als een comedian denkt van ja ik moet wel weten wat het dan straks mijn eindklougas is, maar, ja. maar zoiets moeten moeten daar gewoon niet willen weten en gewoon beginnen vertellen en maar ho en, maar hopen en erop rekenen van ja ik zit door de mand wel een, een, een grappige zadel, dus. Ja. Is dat iets dat jij doet als jij nieuwe shows ook maakt? Want, hey, je gaat nu, uh, want wanneer gaat het in première? Dat is eind september. Eind september. V se we, moeten, we, moeten september. we moeten nog iets afspreken. Ja, De ja. titel is ook al geniaal, vind dank ik. Dank je, dank u. Ja. Ja, u Uwe vorige was: wanneer gaan we nog iets <laughs> polen? <laughs> <laughs> en ik herinner me ook nog dat je die. Want Dat moet ik ook even zeggen. Uh, ik heb dat tegen u ook gezegd nadat ik dat gezien heb. Want ik had uh, de Xander's houdt het voor bekeken. bekeken ja, ja. Op uh, YouTube. En jij wordt een van de filmpjes ernaast. Ah, ja, en ik dat, dacht, ja, weet ja. ja. wat? Ik kon een Barry eens aanklikken. Want ik heb die al veel gezien in line-ups. Maar ik heb eigenlijk nog nooit een de ja, ja, ja. show van u gezien. En ik heb dat toen tegen u gezegd erna. Maar dat is ook iets dat ik wel echt wil zeggen. Ik, ik, ik had voor mijn eigen een klein beetje zo weten van. Ik vond dat eigenlijk een beetje... Ik schaamde me eigenlijk bijna half dat als ik praat over goede comedians in België, dat ik u nooit niet <laughs> Nee, nee, maar dat is, dat is heel nozel maar dat... Ik, terwijl ik u wel... Ik heb u altijd funny ja, geweten, ja, ja, ja. dus daar gaat dat niet over, maar ik maakte die link ja, ja, ja. nooit. En ineens Snap zag ik. ik dat en ik heb, daar een, een, ik heb daar keihard mee gelachen. En ook vooral omdat ik daar zo... Jij ook de koning van de onbenullige herkenbaarheid. Ja. <laughs> zo en, ja. en het beginnen met het feit dat je ook zegt gewoon hier gewoon eens bowlingen <laughs> want dat is ook heel belangrijk het <laughs> is eigenlijk bijna jammer dat je dat je de ja, ja, taalnatie je ja, ja. nu het niet kon toelaten dat die de fout show. Ja, dat in nu een titel ja. stond <laughs> maar, want dat is eigenlijk ook echt hè. die corrigeerde mij ook een paar keer op een paar dingen die ik oh. zei dat jij zei ja dat is het, zo veel zegde dat niet <laughs> en ook iets met een spin dat je zei van ze spoten daar is een joke uitgekomen. Ja, en dan zei jij kijk kwaad van Dude, die staat wel op haar... Die jij wel twee poten nodig om op te staan. Je hebt me keihard toegebracht en dan dacht ik van maar dat moet in je show staan. Ja, en dat zit in show. Maar dat is dat moment ook gewist dat hij tegen mij zei Ja, Spinnen hebben wel acht poten hé, Alex. En dan wilde jij zo "Mooi, dit is nog niet Poetjes. Ja, dat is Dus jij wordt kwaad in je show op mij. Ja, op Op nerds als ik die dan zo... Allee, want Joen. dat deden jij toen tegen mij gezegd. Je zei: "Ja, je moet dat benoemen, je moet dat zeggen, ja, ja. want kei veel mensen in de zaal gaan dat denken." Denk dat... En dat is <racht> eigenlijk keihard waar, ja. En hoe, uh, hoe, uh, hoe vorder het eigenlijk? Want ja, ik heb het aan het beginstadium gezien en gaan ze nu ja, naar, het, naar het einde toe en toe ja. Ik um, ja, het is nu het is nu vakantie, dus nu, nu, nu lig het li, li, li. even stil. Maar er is, er is een soort structuur, een soort kader. Ik heb, er een lang, ik heb heel lang in de, in de Goemel Plezier fase gezeten. Mm -hmm. En dan heb je wel anderhalf uur grappige dingen. Maar dan begint het begin wel te knagen van: ja, maar ja, het moet wel, moet wel iets van. Niet dat ik een groot verhaal wil vertel, maar er moet wel iets van. Mm -hmm. samen of die volgorde moet wel uh, sens maken of zo. Yeah. En dat, dat, dat is er redelijk. Eind mei of zo is het er eindelijk gekomen. En er is nu een soort rust wel, van En okay. waar ja, was dat dan? Was er niet dat je ineens zo'n uh, klik maakte en zei, ah oh ja, hier gaat het over? Ja, eigenlijk is de klik gekomen toen als ik... Um, allee, het idee is... We moeten nog eens afspreken. Is omdat ik, de show heet zo omdat ik... Het gaat zes jaar geleden als ik in première ga dat ik de vorige mm -hmm. keer in première ben gegaan. Dus ik heb lang niet gespeeld, dus ik wil nog eens afspreken met de mensen die willen. En wat doe je dan als je nog eens de mensen gewoon wat er de dat afgelopen zes jaar is gebeurd? En in mijn geval is dat basically dat er een kind is uh, mm -hmm. uh, in mijn leven. En ik heb dat lang uh, tegengehouden van ja, maar ja, ik wil niet de zoveelste comedian zijn die in de show mokt over zijn kind en jabberjabberj. Tot als ik dacht van ja, maar dat is, nu, dat is nu basically wel echt veruit het belangrijkste dat er gebeurd is. En wat dat wel ook ervoor gezorgd heeft dat het zo lang geduurd heeft. Mm -hmm. uh, dus fuck it. Het kader is het kind. Het ja. kind is het kader. Alleen het kind, niet zozeer, maar het feit dat ik nu uh, vader ben. Ja. Dat is, dat is het, het kader. En ik, ik wijk heel, heel hard uit ze, um, maar het komt wel altijd daar. Dat, ja, dat is, een, dat is de kapstok wel geworden. Ja, ik, is, heb, ik heb ja. Fokken ook dingen horen zeggen. Er was een periode dat wij allemaal zo rond dezelfde tijd kindjes kregen. Ja. Hè, zo, en dat, dat dan was zo, ja, godverdomme, weer zo'n show over iemand als een kind. En dan denk ik ook, ja, fuck mag jij het geen kind? Ja. Eh, en het feit dat je, gelijk dat jij zegt zo, ja, ik kan dat daar toch niet aan ophangen, maar dat is dan wel verreweg het belangrijkste ja. dat u overkomen is. Ja, dus, dus, en waar uh, je ook keihard veel mee bezig bent, ja. of dat je dat nu wilde of niet. Want ik, ik ja, ik, het is het zes funny, jaar geleden. Als het funny is, is het funny, hè? Ja, dus ja, dat. Het is absoluut. Dat. En het is zes jaar geleden, eh, gelijk dat je zelf ja. zegt, intussen hebben we wel meer gedaan dan alleen maar een kind gemokt. Uh, ja. Je hebt ook best redelijk veel tv-dingen gedaan. Ja. Klopt. Um, je hebt ook de Pappenheimers wel, dat, dat was het eerste dat ik gedaan heb na, na de vorige show. Ja. 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 Hoe was dat eigenlijk? Want je <laughs> hebt er wel de nodige alle ja, kritiek of commentaar ook gehad. Ja, wat Natuurlijk ja. altijd is als ja. iemand dat gaat doen. Heb je dat aangetrokken? Was dat iets waar je dacht? Ja, vandaag? Ja. ja. <laughs> <laughs> Nog altijd. Want dat, maar, ja. Wat dat had, zelfs ondertussen kwaad op is, dat ik mm. me dan nog altijd aantrek. <laughs> um, um, maar ik was eraan begonnen, dus ik, was, ik werkte bij Shelter en op een gegeven moment dacht ik van ja, eigenlijk die combinatie en fulltime voor tv werken en heel veel spelen, daar is, dat is te veel. Mm -hmm. Dus ik dacht, ik, 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 wil even, ik ga, ik ga fulltime comedian worden mm. en dan zien we wel. En dan een half jaar later vroeg Tom Leenaerts, heb jij eens vijf minuten voor mij? Oké okay dan. Ja. Uh, die die toen de Kruidsfabriek aan het presenteren was, ik dacht ja, misschien wil je dat ik een rubriek doe in de Kruidsfabriek, of, of weet ik veel, ik zoiets. Uh, letterlijk vijf minuten in, in een koffiebarje vlak bij mij thuis. We wandelen daar naartoe, wij zitten ons neer, ik bestel een smoothie en een kleine koffie. Hij drinkt hij op en hij vraagt, zal jij de pappenamers willen presenteren? Ik zeg, wat? Ja, de pappenamers. Ik moet nu echt door. En dan is die weggegaan. En ik zat daar met een smoothie. Met de, de, de graafste vraag die ik ooit in mijn leven had gehad. Zo, dat je zo wilt vragen aan die mensen. En je dat gehoord, dat hij En die het heb je dat gehoord. En dan heb ik daar toch, toch heel lang over nagedacht. Van, ja, wil ik dat eigenlijk wel? En dan op een gegeven moment dacht ik... Oké, okay, wat is het, het allerergste dat kan gebeuren? Is dat ze mij de slechtste presentator ooit vinden. Mm -hmm. dat, is, dat is het ergste dat er kan gebeuren. Mm -hmm. En dacht ik van... Ja, dat vind ik niet erg. Ja. Want ik, ik heb helemaal geen grote presentatieambitie. Dus als dat het geval is van ik de Slecht, dan ga je dat gewoon niet meer doen. En dan, dat is dat maar zo. Dus vanaf die klik maakte van: dat is echt het ergste dat kan gebeuren. En ik bleek dat niet erg te vinden. En toch, heb je dat gedaan. En mm -hmm. ja, het was supercool om dat te doen. En dan neem dat allemaal op. En dan na de eerste aflevering um, is er eigenlijk. Al wel niet zo heel veel commentaren komen ze, maar uh, er was over mijn spraak, hè, over mijn, over mijn uitspraak was er, uh, was er uh, commotie. Ik, ik praatte te plat, de dialect. En de week ervoor waren de Mia's gepresenteerd door Natalia mm. op, op het, in het campus. En daar was dan een heel heis ding rond geweest. En die kwam dan in die slipstream ook nog eens half mechels uh, uh, de papa's presenteren. En dan was er een, ja, een mini-rel op Twitter daarover, maar dat ging dan in die tijd echt maar over... Echt letterlijk 10 of 20 mensen die zich daaraan aan storen. Dat gaat eigenlijk dat... altijd over 10 of 20 ja, mensen. Maar, maar die... <laughs> wat, dat die, wat, wat dat die, ook die een goede recht is, hè, om, dat, om, dat, om dat niet oké okay te vinden. Uh, en dan is er in, in het laatste nieuws een artikel uh, over verschenen. En dan is er in Rare Slaat vroegen ze dan of ik daar wel komen zitten. ik zei van ja, maar ik wil daar helemaal niet zo'n aan doen, dus ik ga dat niet doen. Dus dan zat Luc Appermont daar om, het, om, het, uh, om um, tegen mij te zijn. En ja. dan Herman Verbrugge. Van Maarske van de Kampioenen was dan pro-mij. Ik ken de twee mensen niet oh, persoonlijk. Oh. En dan ging het er even zo van, ja, we, we, we moeten, we moeten presentatoren AN uh, praten of niet? En dan vond Luc Appermont van wel. En dan bleek, heb je het al gezien? En dan zei hij, nee. Hij <laughs> <laughs> had dat nog niet gezien. En ja, wat ook raar was, is dat hij een programma had, op dat moment, recht tegenover de pappenaar. Dus we stonden, we waren op dat moment concurrenten tegen elkaar. Maar bon, ik ben, ik ben nu aan het doen of het de kritiek niet terecht was. De kritiek was denk ik wel terecht. We hebben daar gewoon... Allee, ik heb daar te weinig op gefocust. En ik herinner me wel dat mijn eindredacteur ooit zei van... Uh, misschien moet je toch een beetje meer op je taal letten. En dat ik dat niet ter harte in heb genomen. Mm. Uh, dus ik vond dat toen wel echt, echt... Uh, ik vond dat echt niet of dat leek of dat iedereen mij echt heel slecht vond. En ik bleef dat dus toch erg te vinden. De mm -hmm. slechtste presentator van de wereld te zijn. Um, dus er zijn daarna nog wel een paar keer momenten geweest dat dat gevraagd is aan mij. En mm -hmm. ik heb dat dan wel afgehouden altijd. Ja. Dikke daden van ja, dan, dan, wil terug, dan wil ik wel echt spraakles gaan doen, want dan wil ik dat wel, wel deftig doen en dat, dat vind ik dan te veel ja. gedoe. Voilà. Dus ik vond dat supercool. Ik bedoel, Tom Lenaars, Erik van Looy, Stefan Erniewegen en Nikke, hè? Mm. We hebben dan mijn vinger gepresenteerd. Ja. Sorry, vind ik supercool. Uh, het enige jammer is, ik heb, ik heb me ooit ingeschreven toen als ik, allee, ik weet niet veel, 22 was of zo, om ja. met een maat om mee te doen. Ja. Elk jaar opnieuw. Dus ik heb nooit meegedaan als kandidaat. Wel, wel, wel als BV in, als BV, in, in, in de, ja. de koker een paar keer. Ik heb mm. het ook gepresenteerd, maar dat ik het liefste van al wou. Namelijk die fucking 10.000 euro winnen, dat is me nooit gegund. <laughs> dat is een klein beetje spijtig. Want jij zit ook een quizzer, hè? Jij zet ook iemand ja, dat dat graag ja, doet, hè? Ja, ik doe dat ja. heel graag. Ik, ik doe dat graag en ik maak ook graag quizzen. Allee, ik heb achter de schermen dan Calum, kan redden voor Tom en, en uh, Switch bij Arjan mm -hmm. van de Noord, Adrian, uh, ja. Op een nieuw seizoen, zelf. van zeker hè? Switch dus, is dat niet? Dat is iets dus dat loopt. Uh, loopt ja, ja. ja, ja. Heel de hele vakantie loopt. Ik heb dat. iets gelezen van de Adrian Stond in de NUMO, denk ik een week of twee geleden. Ja, ja, ik ja. Ik vind zelfs een quizvraag voorlezen. Ik, ik heb, ik, ik, ik zit, ja. Op papier zit ik ook in een quizploesje. Mm -hmm. De lustige Ludo's. Uh, heten we? Uh, <laughs> <laughs> of noemen we? Mm -hmm. uh, nee, heten we. Oeh, oeh, oeh. Oh. <laughs> dat, we kunnen, hebben... dat kunnen we knieven, hè, jongens. Ja, ja, dat kunnen nee, we knieven, nee, nee. 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 Dat blijft erin. Ik zei er het eerst, ja. Nee, ik heb u betrapt op een fout. Ik zei het eerst, ja. En ik heb taal. overcompensatie. Overcompensatie. Ah, oké. Okay. Ik, ik en... snap ook dat ik al zoveel gezeik gekregen heb van een gast die eigenlijk altijd in spraak en taal <laughs> tegenvalt. Die is eigenlijk ook wel een klein beetje... Uh, kind of hurt. Ja. <laughs> <laughs> en we hebben ook, ook elk jaar, we ook elk jaar we zelf een quiz en ik presenteerde die. Want ik vond Dat, ook, ik vind, ja, dat is kei maar ik vind dat tof, een quizvraag voorlezen. Mm -hmm. Ik, vind, ik doe dat graag. En ik ja. doe ook graag quizzen invullen. <laughs> dat was ook een beetje een kinderdroom. Om gewoon die vraag te kunnen stellen. Ja, in zekere zin wel, denk ik. Het is niet dat ik ooit heb gedacht. Ik zou graag eens een quiz presenteren op tv. Hè? Dat is nooit in mij opgekomen. Maar als dan die vraag kwam, bleek wel. Oh, oh. En ik heb dan ook gevraagd. Van, ja, maar ik wil wel eerst een, een soort van auditie of een soort uh, cafetest doen. Want ik wil het wel voelen of dat ik daar. Denk dat dat iets voor mij is. En dan voel je van, ah, dat... is wel, dat is wel ja, Maar ja. Als, je, als je dat dan doet... En, en uh, ja, er komt dan wat kritiek enzovoort. En iedereen zegt... Ja, maar het is niet erg. Het is erg, zo. We gaan en dit of dat. Maar dan eindigt dat toch. Of niet? Dat is toch geëindigd met je... Ik ben... Ik, ja... Uh, een half jaar na de papa, is... Is dan Tom bij een nieuw productiehuis begonnen. En ben ik meegegaan met hem. Nee, dus, ik wil, ja, maar ik wil zeggen dat dat dan... Uh, dat ik dan dat ik dat altijd toch straf vind, dat, er, dat die invloed van zo'n krant, dat dat toch weegt op een, op een ploeg. Nee, moet dat dus niet? dat is Want als, mocht ik bij de Woestijns gebleven zijn. Denk je dat je dat gewoon nog had gedaan? Ah, niet, ja, okay. erop, ja, dat denk ik wel. Ah, nee, ja. oké. Okay, dus oh, het is, goed. Dus niet, is niet door die economische zee. Nee nee nee, nee, ah, okay. nee, 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 nee. Het gaat niet. Nee, nee, nee. Volgens Taimis heeft. Ik zeg het, dat is dat artikel geweest. En verder is er nooit. Mm. En die kijkcijfers waren, waren degelijk. Voor, voor, voor vier. Allee, nu zouden ze echt moorden plegen voor dat soort cijfers. Op vier op zaterdag. Dus nee, nee, nee. Het is niet dat ik intern of zo ben afgerekend. Ik denk. Dat is nooit uitgesproken, maar ik ging er wel uit dat dat, dat dat gewoon nog met mij zou geweest zijn. En ik zou dan beter op mijn spraak gelid hebben. Ja, want dat maar zou ik dan... Ja, dat is eigenlijk wel jammer, want hoeveel nee. seizoenen heb je dan? Eén seizoen? Ik heb één seizoen gedaan, ja. ja. Is dat is dat ook niet iets dat, je, dat, dat ik dan zou denken van... Ja, ik denk dat niemand van het eerste seizoen dat echt neelt. Je hebt een paar seizoenen nodig voor te... Ja, voor ja, ja. Dat. En dat is dan een beetje spijtig dat je dat niet hebt kunnen... Ja, maar ik heb, ik heb, ik heb me die kritiek toen echt veel aangetrokken. En dan de combinatie van... Tom begint met iets nieuws en ik wil daar heel graag bij zijn met dat nieuwe ding. Maar dat impliceert wel, ja, dan ben ik wel weg dat bij woestijn. En dan ja. kun je niet het Omegaans gaan werken en de Pappenaar. Dat, dat gaat niet. Mm. En, maar dan dacht ik van ja, dat andere vind ik toffer. En dat leek mij toffer of interessanter. Dus dat heb ik dat gedaan. Dus ja, dus dat, is, dat, dat, dat valt treuze mee. Het is dus niet dat, dat, dat een TV zo hard is dat je dan dan die kans niet meer zou krijgen, denk ik. Nee, maar uh, omdat je gewoon wel, van, je mag wel van, van, van een gezicht naar iemand achter schermen, want dat is wel bij jou. je. je switcht heel hard, want toen hadden een gezichten straks yeah. zei ze zijn een beetje verontschuldigd, van ik, ik vernoem je niet altijd als een, als een van de topcomedians. Uh, ik weet dat ik wel direct dacht, maar dat is ook omdat je ook zoveel andere dingen doet, dat dat bijna een, een maar een deel is, en dat bedoel ik respectvol. Ja, hebt Ik dat er weinig, er zullen er wel zijn, maar ga je Gepresenteerd, je is in de comedian, maar je werkt ook achter de schermen. Dat maakt zou... ook tegen. Ja, ja, ik ja. zou dat er ja, veel ja. mensen zijn. Ik, ik zou denken, als je heel simpel zit, dat je denkt: ja, je hebt mensen die per se voor de camera willen, en je hebt mensen die dat niet nodig hebben. Maar precies alsof dat je, als je gewoon bent om voor de camera te staan, dat dat misschien niet verslavend is. Alleen, ik vind dat wel een interessant deel van haar karakter, dat dat bij u niet uitmaakt. Um, goh. Um, dat. Da. Ik wil die schaduwkant heb... gewoon horen. <laughs> We <laughs> hebben hem gevonden, dames <laughs> en ja. heren. Maar ik heb, die, ik heb die vraag nogal gehad. Die Wim bijvoorbeeld heeft me uitgevraagd. Ik heb uh, voor Filip Geubels, bijvoorbeeld. Um, bij. bij um, ik heb MLF, het Man Liberation Front, ooit nog. Uh, uh, ja, ja. Voor Filip. Ik, 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 ik weet het daar aan mee. Probeer dat vandaag nog eens te maken. Dat is zo moeilijk. Holy ja. Of, holy, ja. of ja. net niet. Ja. Want, want toen was er. Uh, was het niet voor alle mensen even duidelijk van het, we bedoelen echt het omgekeerde. Ja. Als je dat nu zou doen, is dat misschien weer wel duidelijk genoeg. Ik weet het niet. We, <laughs> we gaan dat niet doen. We gaan dat nee, niet doen. Nee. Maar goed, dus ik, ik heb wel al wel wat geschreven. Wat eigenlijk milfoek was, hè, als ja. je het eigenlijk uh, afgekort <laughs> zegt, by the way. Ja, dat was samen met Peter, hoe heet Het Je had... Uh, alleen Jan van Loveren, Jan van Loveren, Jan van ja dat is dus de 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 de, 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 Jury. de Jury, ja. Ja, eigenlijk, degene die dat ieder niet een kind is. Dat gaan we? O, gaan ja, leren? Jammer, maar helaas. Die <laughs> ja. wordt nog altijd op straat nageroepen als, Jury. ja um, maar dus ik, ik, heb eerlijk, ik? heb al wel wat geschreven voor Filip Guelens, ook zo uh, bij Guelens in de Belgen. omdat dat gewoon, ja, die zijn verzaagd. Schrijft hij natuurlijk wel zelf, maar zo tv -dingen. als je echt zo shitload moet hebben, dan moet mijn met Taboe bijvoorbeeld, daar heb ik ook aan meegewerkt, ook voor hem geschreven. En dan de Wimeld, e dat van, dat je dat kunt voor iemand anders schrijven. En ik vind dat echt helemaal niet zo moeilijk, omdat... en dat geldt dan vooral, zowel voor, voor de geupschrijver als bijvoorbeeld een quiz maken voor Tom Leenaerts. Ja, die zijn, die zijn daar alle twee beter in, als ik. Niet in, allee, de Tom Leenaerts is gewoon dat is de beste quizpresentator van het land. Dus ik denk dan niet bij van, ah, oh, dat is nu stom dat ik dat niet mag doen. Dat, dat, dat komt niet in mij op. Maar echt waar, dat komt niet in mij op van, ja, ik, ik, ik kan dat niet. niet. Niet zo goed. Ik kan dat ook wel, maar niet zo goed. Dus mm. waarom zou ik dat in godsnaam, ik, 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 ik zorg er gewoon voor dat hij klaar aan de start komt. En de geubels, dat soort comedy, kan ik, ik niet. Of mm. niet zo goed. Dus waarom zou ik, 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 ik zou het taboe niet kunnen, ik kan dat niet kunnen doen, taboe. Dus natuurlijk moet de geub dat doen. En dus. Werk ik voor de Geup. Ja. Ik denk ja. dat, 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 dat dat daar door is, denk ik. Maar dat is wel knap om te zien. want ja, Zeker, Allee, ja, ik zal dan voor mijn eigen spreken met mijn ego. <laughs> Moeilijk, zou dat ja, zijn ja? Om, mijn eigen uit, hè, om mijn eigen weg te cijferen voor iemand anders. Maar dat is ook wel. Er zit ook wel een mooi. Ja, maar is dat, is, is, is dat, is dat, is dat wegcijfer? Nee, dat is eigenlijk niet waar. Nee, dat is nee. niet Ik weg... bedoel, Zo... Nee, je hebt gelijk. Als, terwijl ik het aan het zeggen was, dacht ik, dat ze helemaal niet wat gaan doen ze Maar ze heel, heel op, op een heel coole manier ten dienste aan het plaatsen van, van een programma, of van de kwaliteit van, ja? van, van een ding. En dat is wel iets, ja... Ik bedoel, uiteindelijk, op een bepaald vlak hebben wij dat ook wel gedaan. Hè? Ik en een wij deze aan het doen. Zijn. Het is ook het eindresultaat dat telt. Of in een band zitten, is het ook niet altijd uw idee dat er doorkomt. Nee. Maar we moeten soms ook toegeven van, ja dat er zit de gulle gewoon beter in of ja. dat is ach, wel, dat zegt dan heb de negen van de tien gelijk ja. <laughs> en het, het eindproduct is toch hetgeen dat het hardst telt. Ja. en ik vind dat uh, tv maken betreft dan die leuk. comedy is heel oh. eenzaam is, is dat klinkt zo pejoratief maar dat is mm. op hun alleen... wat ga tof is want je beslist ook alles en je hebt alles in de hand want jij mm -hmm. hebt over alles alles te zeggen dat is bij tv niet daar moeten veel meer compromissen uh, maken uh, maar daar werkte wel samen met mensen. En zo brainstormen, dat is wel gewoon heel tof. Zo watals maken bijvoorbeeld, ja, dat is mogelijk de, de, de tofste periode met mijn tv carrière, omdat dat gewoon vijf maanden elke nacht tranen lachen is. Mm. Uh, dat is uw job. Ja. Is superleuk. En dan kun je je afvragen: oh, wou je dan zelf niet meespelen in watals? Ja, nee die kan niet zo goed acteren als die kerels. Allee, ja. ik had dat perfect kunnen zeggen hè. tegen de, allee, tegen bij Shelter van, oh, ik zou ook graag meespelen, dat dat dat, dat gemogen. Want mm het -hmm. was een ploeg van twaalf man, maar ja, die, al die twaalf, dat zijn gewoon betere acteurs. Ja. Dus dat, dat, komt, dat is niet in mij opgekomen om dat dan te voor te stellen. Want ja, die, die hmm. kunnen beter acteren. Dus, dus ik schrijf dan wel ik schrijf dan met plezier de, de sketches En, en ik, 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 ik deed ook altijd de, de, de repetities mee. Dus ik leg dan ook gewoon goed uit van. Dat, dat bedoelen we, dus speel het zo en zo en zo. Hmm. En dan deed hij dat en dan deed hij dat nog beter dan ik dacht. Dan, of dan deed hij nog een iets erbij. Die oh, nee, maken dat gewoon nog beter. Dus dat, de, de goede, goede taakverdeling. Ja. ja. En die afwisseling vind ik tof. van Een keer apart en een keer. En, en dat ik in, 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 in zalen mag gaan spelen, dat er mensen komen kijken. dat voorlopig streelt dan mijn ego genoeg. Want ik heb minstens evenveel ego's als u, hè, maar dat, mm -hmm. dat streelt dan genoeg. En, en als zo'n programma dan, dan veel kijkers heeft of in het buitenland wordt verkocht, daar streelt ook mijn ego. Mm. En ja, de mensen weten dat dan misschien niet altijd mooi hoor. Ja, je hebt ook wel momenten gehad, want eh, jij hebt ook meegewerkt aan uh, Benny Dorm Bastards ja. en dat. En, en, uh, wat ik gelezen heb, ik weet niet of dat waar is, dus ik kon het gewoon even vragen. Je zo, na dat, je 11, 11, uh, dat je zo acties ervoor gedaan hebt en eh, klimaat en zo, dat je daarmee bezig wordt, had jij gezegd van ja, ik kom maar één keer per jaar vliegen. Ja. En dat is de reden waarom jij niet meegewist bent voor die een Emmy te gaan ophalen. Ja. Is dat zo? Ja, dat is waar hè? ja. <laughs> Dat was echt letterlijk, ik heb hem al gevlogen deze jaar dus jammer. Ja, 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 dat was zo, in de tijden was een klimaatakkoord en dat was niet doorgegaan en de, 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 de actie van wel is van, dan gaan iedereen van ons gewoon zelf een klimaatakkoordje met zichzelf afsluiten. Mm -hmm. Je mocht dan uit een paar dingetjes kiezen en ik had dan gekozen voor uh, geen flessen water niet meer kopen, dus ik kan al kaantjes water drinken, minder vliegen en minder vlees eten, zoiets. Mm -hmm. En ik had dat denk ik juist ondertekend. Allee, dat, dat, is, dat, is, dat, is geen, dat is niks legaal, ik bedoel. Nee, 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 dat is nee, niks nee. dat je voor de rechtbank mij dan kunt dagen. Maar ik had dat dan juist ondertekend en ik wou dat echt goed doen. En ik denk, een maand daarna winnen wij die een Emmy. Of we, we, nee, dat is niet waar. We, weten we dat we genomineerd zijn, ja. we, wisten we, we wisten niet dat we gingen winnen hè. En dat we dus naar New York uh, uh, mochten om naar de prijzentrekking te gaan. En maar ik had langer verloren en ik had juist getekend, ja, ik kan niet vliegen. Maar ik had dat keihard genegeerd. <laughs> ja, ik weet het. En dat is ook lullig. Want dat moest. En dat is gewoon. Een maat van mij die het kent dan iemand. waar het van antwoord En die had dat gewoon eens langs zijn neus verteld. En die beelden dan: van... is dat waar? Ik zeg: van ja, dat is waar. Mag ik daar iets over schrijven? Ik zeg: van ja, maar wij wie heet daar. Ik mm -hmm. oké, okay, doe maar. Maar dat is dan opgepikt door allemaal. En ik zeg, en dan ook bij alle uh, radio's: van ga ga gaan niet mee? Of van joh, nee, dat moest ook helemaal niet zo'n spel worden. Dat was iets gewoon. Met, tuss, allez, tussen mijn eigen en mijn eigen. Dus dat was mm -hmm. helemaal niet. Maar dat blijft aan mij kleven. Ja, dat is die gast die maar één keer per jaar vliegt. Wat ik nog altijd volhou. Ik vlieg nog altijd een keer te veel. Hè. Zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Um, en daarna dacht ik ook van. Ja, maar ik heb die nog altijd gewonnen, die Emmy. Hè. Ja, 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 ja. Dus dat is, ook maar, dat is ook maar een avond. En dat is ook geen topfeest. Hè, want dat zijn. Vooral duidelijk, dat zijn, dat zijn de International Emmys. Dat zijn niet. de dat zijn wel Emmys, maar dat zijn niet de Emmys. Hè. Ja, ja. Dat is niet Breaking Bad zit niet in die zaal. Dat, dat zijn Amerikaanse Emmys. Hè. Dat, ja. En bij ons zijn het internationale Emmys. Dus dat is een veel... Foreign countries. <laughs> ja, dus dat is. Dat, ik wil dat niet minimaliseren, maar. Ja. Dus dat feest is. Er lopen geen sterren rond ja. of zo. Dus daar wordt uitgereikt door de, de voorzitter van de commissie van de Emmys of zo. Dat je hmm. kent die niet, hè? Nee. Het dus is, is gaaf om wat te winnen. Hè? kaart en Dat beeldje is wel hetzelfde beeldje. Dus dat is super ja. gaaf. Maar hey, dat je een, dan... staat dat gewoon. Bij, die staan bij Shelter. Staan bij shelter, maar hebben, shelter jullie er, is... hebben jullie er ook apart Ik heb een er, een zo niet zo'n diploma. Nee, het nee, is er maar één. Ah, het is okay. echt maar één. Okay. Ja. Het is wel jammer. Dat er is er je die zo niet op je uh, <laughs> mantelpiece kunt van Smy Award. Uh... We zou je eigenlijk een zo beurtrol kunnen ik, heb ooit, ik, heb ooit eens, ik ben ooit eens nog de wc geweest bij Reggie thuis En die had allemaal zo als een. Gym TV ah, ja, en ja, dingen ja, ja, ja. dat hem allemaal gewonnen had, dat je allemaal op de wc staan. En ik moest er keihard mee lachen en ik zei tegen hem: Ik zeg alleen, want al uw awards staan op het toilet en die zo: Ja, waar gaat je dat anders zetten? Dat ziet er toch niet uit, dat gaat je toch niet in uw living zetten? Gewoon zo, en ik moest er wel keihard mee lachen dat ik dacht: Ja, daar eindigt dat dus. Ja, we, ja, ja. ja. de Shotter zat dan wel in een schoonvitrinekast. Ja. Um, maar ja, dus. Ik had enerzijds dat principe-dingetje: ik, ik, ik kan niet meer vliegen dit jaar. En ook van ja, dat, dat feest is ook maar wat dat is of zo. Ik wil ook niet downscalen of zo, dat is gaaf om daarbij te zijn, hè mm -hmm. Maar ik heb die nog altijd gewonnen. Hè. Ja. Nee. En de dag daarna was ik de enige die in Vlaanderen was. Dus moest ik, ik alle, alle vers interviews doen. en Ik zat, ik zat in, het, in het VTM Nieuws middags met Liam Wezenbeek. Hallo. <laughs> dat, dat vond ik ook een super gave ervaring, om naar dat in het nieuws te zitten. Ja. Dus dan heb ik dat toch... Die in Donker zegt, uh, hold my beer. Ja, ja, zo. <laughs> <laughs> I'll, I'll I know, go you I know. one better. <laughs> ja, ja, inderdaad. I'm doing the daughter. <laughs> ja. Maar uh, ja, inderdaad, ja. Dus ik, ik vind dat ook niet zo'n... Zo opoffering dat ik daar gedaan heb, of zo. Want voor 11.11.11 werd 11, 11, jij nog een uh, redelijk opmerkelijke erop, actie ja, gedaan, ja. hè? Dat was... Want dat, dat leek even alsof dat echt een moment was dat uit de hand gelopen was, of ja. redelijk fout was. Ja. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar dat is, dat, uh, dat is een Senegalese vluchteling ja. die daar bij u in de zaal zit, en jij pikt je er al wat uit, en jij begint je eigenlijk een beetje na te lachen. Ja. En hij begint hen te vertellen dat hij een vluchteling is en dat dat omwille van het klimaat ja. is. En dan lachte hij nog harder. Het. Ja, ja. Hoe was dat om te doen? Um, om dat te filmen, zegt hij? Ja, maar. want het lijkt mij al. Hè, want je weet, ja, iedereen zijn acteurs en je ja, weet ook van ja. die gewoon lachen. Ja. Je, je, je gewoon niet die awkward stilte nee, hebben. Dat nee, je, nee, nee, Want dan mok het nog veel meer. Ja, ja, dat was de bedoeling. Ja. Dus alle mensen dat er zaten waren 1111 11, uh, sympathisanten, zeg maar. Mm -hmm die op papier dat verschrikkelijk vinden natuurlijk wat ik daar staat te ja. zeggen, maar voor de uh, message ja deed hij ja. wel mee. En als je dat weet van het is weten dat het niet echt is, was dat eigenlijk nog wel grappig. Mm -hmm. Iemand die zegt van ja, maar ik ben mijn, uh, mijn ouders verloren, mijn familie verloren, ja, maar hij deed wel goed gezocht. Mm -hmm is, 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 is een beetje grappig. Ja, het beste vond ik nog dat hij bij rechts stond en weg gaan gaan. zo: Allee, vluchten. Dat kan, dat kan hem goed, hè, vluchten. Allee, vlucht maar dan. Hè. Dat is toch het enige dat ik ga doen. Terug naar zijn familie. Allee, at hem ze vindt. Dus het blijft maar erger en erger, ja, 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 ja. En erger worden. Ja. Nou, ik heb het nu van de morgen nog eens ja, ja, okay, bekeken, grap, maar ik grap, herinner ik. me dat je toen in een tijd gezien hebt en zo weet dat, holy crap. <laughs> Want dat was ook een seconde dat je niet deur hebt ja. dat dat niet, dat dat ja. niet echt is. Hè? ja je ja, denkt dat het echt is je get niet door dat het, dat het een ding is, en dat was eigenlijk hè, want het, het idee daarachter was dan klimaatopwarming wanneer gaan we het die zo serieus ja, nemen ja, ja dat was het idee ja is eigenlijk een goed idee maar hoe is het is het zo uitgezonden of heb je eerst een stuk uitgezonden zonder dat je het uit nee dat was dat was, dat was initieel het idee dat dacht ik ook ja, ja. maar dat hebben, we, dat hebben we gelukkig niet gedaan nee want uh, is, ik denk ja. ik <laughs> denk dat een de negatieve backlash <laughs> ja Allee, dat, dat is een klein beetje gelijk de rechtzetting na een vreselijke ja. fout, is tot op pagina 37, en de fout is de, de voorpagina. Ja, want dat, 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 het idee is ontstaan omdat ik had dat jaar ervoor ook een filmpje gemaakt, hè, toen met dat klimaatakkoordje tekenen, mm -hmm. en dat had veel te weinig mensen gezien, vond ik. ik. Alleen dat vond 11.11.11 -11 -11 ook, en uh, Sakado het dat dat meemaakte. Dus we dachten, we moeten, niet, we moeten niet staan, want dat was heel informatief dat, dat mm -hmm. vorige filmpje. Dat was grappig, allez, grappig. Dat was leuk gedaan, maar dat was heel informatief ja, en dat bereikte weinig mensen. Dus we dachten van: kom, we moeten eens iets, iets meer ballen wat choqueren. En Dan waren we op dat idee gekomen. En het idee was inderdaad: we gaan eerst uh, een minuutje of zo droppen en dan drie dagen later zeggen: van, het was helemaal niet racistisch, het was gewoon uh, voor mm -hmm. 11, 11, 11. Maar die, daar, daar dat we dat gingen doen, was er in een of andere grote megastaking in het land. En dat hadden we wel van, het, we gaan niet opgepikt worden. Er is te veel focus op dat. We gaan het uitstellen. En we gaan ineens alles doen. Mm -hmm. ja. Dank je wel, vakbonden. Ja. Uh, <laughs> uh, en dan hebben we dat in, in zeggen heel gelost. Dus met helemaal op het einde een pancarte van, mm -hmm. inderdaad, wanneer nemen we het, uh, het klimaat eigenlijk uh, serieus. Uh, maar dat film geduurde wel. Drie, misschien wel vier minuten. Ja. En gewoon veel te veel mensen hebben dat niet uitgekeken. Ja, ja, En na uh, ja, ja, ja. een halve minuut waren die al zo kwaad en zijn die in de pen gedoken en hebben die met... Dus het had eigenlijk al het gewenste effect. Ja, Zonder ja. dat je het... Hè, want ja. als je gewoon zegt, ja, zie je het, het? Dan ja. weet dat het eigenlijk. Ja, maar het vond ik het ook, in, in, in zo'n tekstje eronder, stond dat er ook uitgelegd. Want het is eigenlijk voor... voor, voor uh, 11.11, 11, maar de mensen, ik kan die ook niet kwalijk nemen, die lezen dat ook niet. Uh, dus de, de, er ontstond keihijs, dat was op een dag, weet ik veel, 150.000 keer bekeken en gedeeld en alle kranten aan de lijn. Ik, ik zat in de Kratenboek, in Café Crossari, want dat ging allemaal over, over, over de vorm, zeg maar. En over ja, ja. dat is zo hard en moet dat zo hard. En, 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 en ik, was, oh, ik was zo over mijn toeren heel die dag, want we hadden zo'n middags een persconferentie bij 11.11 11, 11, daarover. En dan begon dat en dan stopte niet. En ik kreeg een tijd om... om... En ik, ook bij de Kruidshub, ik, ik weet dat ik toe kwam en dat Tom Leenaerts, die vond dat keigrappig. En Mark Uitroever was zo de sidekick, die vond dat ook kei grappig Maar ik kon dat niet toelaten. Ik dacht van, ja, nee, ik moet hier vooral uitleggen. Ik ben geen racist en dat, was, dat is niet echt en dat is geacteerd. Mm -hmm. En ik kwam er niet toe om te... Om, ik, ik had gewoon cool moeten blijven en van, ja, dat is... Dat is niet echt, hè. En nu gaan we het over het klimaat hebben. Ja, maar ja, dat ja. kwam niet meer op. Ik, ik, vond, ik voelde dat ik mij moest verdedigen. Want ja, mijn Facebook ontplofte van klootzak en doodsbedreigingen, weet ik wel allemaal. Ja. Uh, <laughs> uh, dus dat was een, een keer rare dag. En dat is heel lullig dat ik daar dan niet uh, ja, de tegenwoordigheid van geest had. Om te zeggen van oké. Okay, maar dat deed dat, 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 dat en... ook niet op dat moment. Nee, nee. Ook dat jode ding ja. En dat is juist hetzelfde. Je, je weet eigenlijk, als je er rationeel over nadenkt, dan kunnen we een kaakkoel uitleg geven. Maar dat doet op dat moment niet, omdat je zo hard het vreselijk vindt dat mensen een idee over hebben ja, dat dat ja, ja. echt niet zeggen. Ja, ja. En het enige dat ik daarop kan zeggen is: als dat meer gebeurt. Dan word je er beter in. Ja, ja. Dan begint er meer en meer zoiets te hebben van: okay, ja oké, ik goed. Ik vind, dat, wie ik dat ik ik zem, vind deze maar... wel iets Want dat was eigenlijk ja. wat ik wou vragen. Mm -hmm. Bij jou, met alle respect, maar als je geen een tv maker nee. Nee, Dat is nog iets overkomt. Mm -hmm. Ik vind dat wel uh, opmerkelijk dat je al zoveel tv-programma's ja. gemaakt hebt en bekroonde, dus laten we ervan uit dat bekroonde tv-programma's ook goede programma's ja. zijn. Dat je dan toch nog verschiet. Allee, ik zou ja, maar wel denk, we denken zou dan daar direct op antwoorden. Ja, maar kan denk ik, ja, als er iemand is ja. die het moet snappen, zeg ik uit. Nee, want dat is online en dat is een totaal andere wereld. Dat doet hmm. dat in een tv-programma en mensen blijven kijken. Want die SLS gaat naar de studio, krijgen we uitleg. Dat is online. Mensen kijken een halve minuut en kijken het niet uit. Dat is het grote verschil. Hmm. Dat ik wil wat ik zeg. Je voelt dan alles, wat, wat je dat uitkijkt ik heb wel ergens het schat van ga een dikke kleren ik maak je kapot en dan een half uur later oh ik heb het uitgekeken sorry prima filmpje ja ja maar dan mensen dat niet uitkijken. en wat ik ook niet dat is hoe dat daar online werkt en dat was 2011, denk ik dat ja. ik niet dat eigenlijk. is een andere wereld nog ja. toen dat, ja. dat was dat was zo <laughs> niet dat was helemaal niet voor mij ook en dus, mm. ik zou nu ook nooit nog een film kunnen maken van drie minuten ik weet ondertussen wel een beetje vertrouwd met het medium, nog altijd niet, is nog altijd niet mijn wereld. Maar ik weet nu ook wel van, je moet, niet langer, je moet geen drie minuten, daar kijken mensen niet uit. Of je, moet dan, of je moet beginnen met je boodschap of whatever. Dat je de mensen mm. goed weet van, wat is er aan, Want als je weet wat er over gaat, is het nog altijd hard om te zien. Mm. Ik kom het nog altijd binnen. Dus wij dachten van, nou nee, het moet echt keihard binnenkomen. En dan zeggen we pas wat er over gaat. Je moet het op voorhand weten en dan is het nog altijd, dan is het nog altijd hard genoeg. En dat is gewoon een beetje jammer dat dat ja, in, de kranten ging, de daarna, in de krant en daarna in de kant ging het over Moet een NGO zo'n zo harde dingen doen? Het ging het altijd daarover. over, mm -hmm. over, ja, over de, vorm, de vorm. En niet over waar en, dat nee, het helaas niet over inhoud En ja. dat, we hebben daar volledig aan onze eigen te danken omdat we dat te lang hebben gemaakt. We hebben dan niet, niet juist genoeg uh, dat filmpje gekaderd ge, ge voordat het begon. En ik, ik heb ook gewoon veel te veel in het defensief gekropen. als Ik, ik had dan een beetje moeten weglachen van boys, toevallig is dat, dat is allemaal gespeeld hè Klaar, mm. hè, wat dat Tom zijn en Mark dat die vonden dat ook, hè, die snapten ook niet dat ik daar zo, ik zat echt zo, hè. Ja, ja. ja Dat is iets van, ja maar, die, Tom zei van, ah, ik vond dat eigenlijk grappig, zei hij gewoon. Ik ja. zeg van, nee nee, maar dat is niet grappig, want dat is eigenlijk helemaal, ja. want dat was, dat zo was, dat ja, was mijn reactie ja, ja, ja. al een tijd. Ja. Waardoor je eigenlijk bijna nog, nog harder de aandacht vestigt op heel het negatieve van het gegeven, dan over waar het eigenlijk ja. over moet gaan. Ja. Ja. En daar spijt van. Van mijn reactie toen, denk ik wel. Ja, van mijn reactie wel. Van dat filmpje niet. Ik vind dat altijd een goed filmpje. Ja, ik zeg het hier. Ik vind het ook een goed filmpje. Uh, en uh, en uh, wat, wat, wel, wat wel grappig is, waarom dat ik het wel snap van uh, Mark Uiterhoeven en Tom Lenaerts en zo. Ja, ook als je daar als comedian naar kijkt, je wij me direct, direct doordat er iets niet in de naak yeah. is. Je yeah. zit er nog aan zien en je denkt: Waar gaat deze naartoe? Ja. Yeah. Hey, want. Je weet, je gaat niet zo grof op iemand puur, hè? want dat is, dat is me, mega persoonlijk en dat is heel... Je, je merkt nou, een van de eerste dingen dat je doet, is je doet al iets dat hem verkeerd uitspreekt, yeah. doe het al na. Yeah. Hè? Wat al een van de cheapste manieren is om <laughs> iemand onderuit te halen dat yeah. er bestaat. En zeker als het dan nog iemand is die niet de, de, Nederlands als yeah, de eerste yeah, yeah. taal heeft. Yeah. He, dus, dat, dus dat deed dat het al en dan ja dan, ik, ik weet nog dat ik toen het uitkwam ik er ook naar zat te kijken en dacht maai Barry uh. en dan dacht ik ook van ik ben wel benieuwd waar dat tegen is he, nou. <laughs> en uiteraard op Tinder de de ding de pankert yeah. en je weet dat van mij, goed gedaan zo yeah. dus denk mensen die films of tv maken of mensen die performers zijn zien door door maar ja de gemiddelde mens doet ja, maar, dat maar, natuurlijk niet kan, kan he, kan maar, als... Maar, maar als je dat dan wat he, ik je dat, dat hier dat allemaal wel zeggen maar je maakt het ook niet voor mensen die het, waarvan je verwacht dat ze het snappen. Dus als je zo, om een beetje terug te komen op, op je andere tv dingen dat je maakt, um, is dat iets waar je, waar je mee bezig bent, van, we maken het voor zo'n publiek, dus, allee, hoe moeilijk is dat om, om, om uh, de comedian die naar alles rap doorrijden, mensen die met tv te maken zijn, hoe maakt je iets voor publiek? Want dan zijn er veel van die dingen dat je niet kunt doen. omdat ze voor u vanzelfsprekend zijn. maar blijkbaar toch niet voor, voor mensen die kijken. Um. Dat je het in-crowd in uh, humor ding vermijdt. Ja. We bijvoorbeeld bij, bij wat TALS deed. Daar had ik uh, ingevoerd daar. Uh, we hadden een leescommissie klinkt stoer hè? Mm -hmm. Dus wij schreven een uh, sketchje en is lieten die lezen door twintig uh, mensen, ook veel vrouwen bij, omdat wij puur mannen redactie waren. Mm -hmm. En wil je die punten geven, 0-1 of 2. Of dat je het slecht vindt, goed vindt of wat dan wel. Mm -hmm. En alle sketchen die niet 12 op 20 of weet ik veel haalden, deden we gewoon niet. Ook al vonden we die zelf de beste van de wereld hè? Mm -hmm. Dat was gewoon, dat was onze, onze maatstaf. Want effectief gezegd, rap inkraut of mel gevieren. Mm -hmm. of... Soms is een brainstorm hilarisch geweest en dingen daardoor die sketch is hilarisch, want dat is niet per se. Mm. Maar ja, je blijft dat wel meedragen. Wat het, joh, je zo hard gelachen, de mensen gaan ook zo hard lachen. Mm. Maar als de mensen dat dan lezen, ja, Ik snap het niet, of ik, ik snap de mop wel, maar ik moet niet lachen. En die schrijven dan nul. Oké, okay, dat, dat is hard dan, maar dan doen we dat niet. Mm. En dan filmden wij al de sketches die erdoor waren. En dan lieten we alle sketches ook zien aan een testpubliek. Een man of veertig, en die gaven ook punten. En alles dat daar uh, de 12 niet haalde, kwam niet op tv. Oké. Okay. Ook al vonden wij van, maar dat is hilarisch. We hadden alle, elk relatje dat één veto. Ja. Yeah. <laughs> van, fuck it, maar die vind ik echt. Vind ja, die, die je moet maar Ja, die je dus zo zit er in, elke, in elk seizoen zit er wel... En is er, zo een, is er zo een uitgekomen die dan een hele populaire bleek te zijn? Of zijn dat dan toch uiteindelijk altijd degenen die dat niet zo hard onthouden worden? Het zijn meestal wel degenen die niet zo hard onthouden ja, worden. Zot, ja, zot, hè? Ja, dat is dan wel. Ja. Maar die ik nog altijd dan zelf wel... Ja. Heel, heel, ja, heel grappig vind. Ja. Want wat mij ook opviel, er juist dat je zei, van het hele verschil tussen het online en het tv-gegeven... Ja. Jij bent een tv-maker. Jij ja. doet ook al redelijk, hè, zoals een andere ook al zei. He. En het is ook zo: bekroonde tv-programma's gemaakt. Er wordt nu nogal vaak geopperd met tv. dat dat zowat een stervend medium is. en dat het na vooral het online verhaal gaat zijn. Hoe stelde jij daar tegenover? Um, als tv-maker? Ja, um, als tv-maker zit de definitie dan zowat uh, conservatiever daarin. En we zullen het allemaal nog wel eens zien. En dan zeg ik al eens van. Um, ik weet, in tien, ja, nee, of nee, pakt zes jaar geleden of zo um, een, een, uh, een najaarspresentatie van VT, maar dat ze zo uh, aan, aan, aan alle reclame uh, mensen of alle investeerders hun, hun seizoen voorstellen. Begon de grote baas, Peter Kwaag, toen nog met een quote van vijf jaar daarvoor in de krant. En dan zei ze van binnen vijf jaar kijkt niemand nog lineaire tv. Lineaire ja. tv is, is gewoon mm -hmm. tv kijken. Zonder uitgesteld. En dan, hè, dat was dan 2010, was vijf jaar daarvoor. En dan liet hij een grafiek zien. En dan zei hij van. Er kijkt vandaag de dag meer mensen lineaire tv dan vijf jaar geleden. Dat heb ik mm -hmm. altijd onthouden. En natuurlijk, dat is een jaar die je probeert reclame te verkopen uh, voor tv. Maar dat is wel. Er, 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 er kijken nog altijd keihard veel mensen lineaire tv. Maar mm -hmm. keihard veel nog altijd. Er zijn momenten dat er meer dan drie miljoen Vlamingen tegelijkertijd live tv aan het kijken zijn. Dus ja, online is, wordt zeker belangrijk, dat is zeker waar. Maar het is niet dat tv weg gaat gaan. Ik geloof echt, daar ben ik ervan overtuigd, tv gaat nooit weg gaan. Mm -hmm. Omdat dat, dat blijft de, de, de makkelijkste vorm van entertainment. Namelijk, aanzetten, klaar. Ja. Je moet niet kiezen. Je moet niet nadenken. Je zit aan en er komt gewoon iets. Ja. Ik doe dat nog altijd soms. Hmm. Aanzetten en dan, dan je moet misschien een keer zappen en dan je blijf, 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 blijf hangen. Ik denk dat dat gaat blijven bestaan. Ik denk dat zo keuzes maken en, en, en dat, dat, dat wordt belangrijker. Hè? Maar ik denk echt dat lineair en tv dat mensen dat gaan, uh, gaan, gaan, gaan blijven doen. Maar je hebt wel de neiging om, om als je tv-programma's maakt, uh, om daar rekening mee te houden met dat online publiek. Hè? Want je, je, je geeft vaak van die dingen gelijk bij de ideale wereld. of, of gelijk... Ook bij dingen als wat als of zo, als daar zo'n sketch bij zit die je viral gaat ja. op internet, dan heb je wel dat, dat moment. Ja, dat is, is dat, dat Is dat, dat, is dat, tof, wat ja. je, is dat iets waar je in, een, in het maken van een tv-programma ook een beetje rekening mee houdt? En denkt als we er zo'n paar momenten in krijgen die dat we zo compact kunnen maken dat die de kans lopen om viral te gaan, dat je dat doet? Of is dat meer een soort ja, het gebeurt, is het een chance of anders. Ik, ik, ik doe dat denk ik uh, uh, te weinig ja wat ik de laatste tijd ik twee quizse gemaakt dat heeft sowieso weinig kans op uh, viraliteit zeg maar mm -hmm. en dan wordt er ah, we moeten ook iets bedenken we moeten iets bedenken voor de online dat is altijd wel zo een, een, een vraag die dan op een gegeven moment wordt gesteld hey, misschien een film achter de schermen maar alleen als ziet dat dan niet zitten wat doet je dan en dan zo geveegd, lollig, en dan, en dan ja, moet je er eens over nadenken, en dan nee, doen we dat dan toch niet. En dan ja. komt dat er toch, toch, toch uh, niet van. Is dat dan uit een soort arrogantie van, ja, maar we hebben een miljoen kijkers op tv, waar moeten we nou nog die, die 20 of die 30.000 man op... Mm -hmm. Ik denk dat dat misschien ergens uh, meespeelt. En bij sketchprogramma's, ja, dat leent zich natuurlijk van nature voor mm -hmm. online, maar je dit mm -hmm. er dan ook niet per se mee bezig. De VTM kiest dan zelf was dat zij van voelen, want was zijn daar ook meer gekwalificeerd voor? Zijn van, uh, Dat zijn voor ons degenen die gaan werken online. En dan droppen die die. En dat werkt dan ook meestal wel. Was mm -hmm. ze daar dan bewust, bewust mee bezig? N mm -hmm. Nee, en dat is vaak ook. Het is ook vaak een geforceerd gevoel. Je ziet soms online dingen van TV-programma's. Ja, we hebben dan achter de schermen nog iets lollig gedaan. En dan denk je van ja, maar daar is dan een het zo op de kolen. Uh. D, uh, waard of zo. Wat ik wel interessant zou vinden is van, ik wil wel eens iets bedenken, gewoon puur voor online. Mm. Dat is maar dat is gewoon helemaal, dat is iets helemaal anders. Ja. Maar zo, van een tv-programma per se online afgeleide... Dat, ja. hé, dat, doen, wij, dat doen wij nu ja, misschien de, te weinig. De backstage uh, of, of dat soort dingen, dat, dat, dat doe ik echt... Al gezien, 9 van de 10 is het ook nooit niet echt kei. Je, het is iets dat je denk ik, hè, dat wij als band bijvoorbeeld ook nogal veel kregen. Ja, je moet content creëren. Hè. Je moet zo dingen laten zien. En dan heb je zo'n studio -re reportage, yeah. nobody gives a shit about. <laughs> hè. Want meestal de dingen die viral gaan, dat zijn net zo die kei stoeme dingen... Dat je bij wijze van spreken de bassist en de, en de gitarist hun kale koppen bij je plakt en er een banaan tussen de, en doet dat alsof dat je wagen aan het afrukken ze En dat is, oh, hè, dat, dat, dat wordt dan niet dat kei funny is en dat iedereen. En nu filmpje waar je zoveel moeite voor gedaan hebt, dat hij amper vijf views van ja. nobody cares. Hè. Dus ja, dat is, dat is een andere wereld inderdaad. Ja. Is, is het een wereld waar dat je van zegt, daar zie ik mijn eigen in de toekomst nog wel iets mee doen? Ja, dat is. Allee... Dat is wat we wel eens zeggen bij, bij, bij Panenka. Uh, is, is, we er, zijn daar wel mee bezig. Maar van, ja, binnen tien jaar gaat er wel waarschijnlijk minder geld zijn voor, voor de gewone tv. Mm -hmm. Dus die online gaat we misschien wel iets worden over de netwerken van deze wereld. Hoe gaan we dan nog wel werk hebben? En dan is effectief, wat dat Lenas dan zegt, van. Ja, maar er gaat altijd content nodig zijn. Mm -hmm. dus, en dat kunnen wij. Dus we gaan altijd wel werk hebben. Ze ja, ook niet. Uh, en dit is een compliment. Je gaat gewoon niet klinken als een compliment. Maar uh, ze, ja, ze zijn ook eigenlijk heel verwend. Hè, als het, en, uh, zo voor een deel ook je grootste verdiensten. Maar je hebt wel uh, ja, een parcours. Je, je, doe, je werkt voor de top productiehuizen. Uh, je brengt het. Eh, dat is ook door smaak, maar alles wat je doet is bekroond. Ja, zie je, ik wil zeggen, twee vragen. Zie je wagen zelf iets oprichten, Of, of, of zijn je er soms mee bezig dat je inderdaad. Wel in een luxe positie zit dat inderdaad hetgeen over dat online gegeven, dat je daar ook kunt zeggen: van we hebben ook een miljoen kijkcijfers, we brengen ook enorme kwaliteit. Dat je eigenlijk een beetje boven die discussie zit. Um, Dit was een compliment. Eigenlijk. Ja, ja, ja. Um, maar ik ben wel verwend. <laughs> ja, ik ben super verwend. En dat is trouwens totaal geen verdienst. Allee, ja, ik ja, ik vind heel weinig dingen een verdienste van iemand. Ik denk wel, als jij uh, niet goed zou zijn, dat jij dat ook niet zou blijven doen. Zo. Nee, maar ja, dat is is dat een verdienst, dat is dat gewoon een chance dat je dat kan? Maar zit is het terug in de godsdienstles, denk ik. Ja. Ja, dat is waar. Dat is een ander gesprek. Dat is een gesprek... Dat is een ego-gesprek, Dat is een... Is het een gave, dan kun je er eigenlijk niet aan doen. En dat is een chance. En ik ben daar super dankbaar voor, dat ik dat allemaal kan. Maar ja, als ik, allee, dat helpt mij ook om. Allee, dat is geen verdienste, hè? Ja, ik, weet, ik weet dat lukt <laughs> Nee, dus... nee oké, okay, maar ik bedoel, het is wel. Dat ja. is wel cool of zo. Ja, het is hypercool. Allee, hypercool. Nee, maar ik bedoel, ik, bedoel ik, ik zeg het, was ook een compliment. Maar je ziet wel met, met enorme kwaliteitsverschillen op televisie. Um, je zit van boven, hè, dat is een feit. Smaak is iets anders, maar ik bedoel, die topdingen. Ja, omdat je zei van. Ik denk dat er altijd content zal bestaan. En Tom Leenor dat zegt, dan denk ik, dan ben ik ook helemaal mee. Dan geloof ik dat ook. En dan denk ik ook, ja, zolang dat je dat soort content maakt, wel. Maar ik vind wel dat je zo, laat het aan de mindere programma's zijn, of programma's waar minder is dat tijd of minder creativiteit in stikt, dat die het wel moeilijk beginnen krijgen tegenover online content. Ik denk dat een taboe bijvoorbeeld, daar wint niks online van. Hey, maar dat is ah, goed gemak. Dat is een prachtig idee. Dat klopt, dat rolt allemaal, dat is perfect geregisseerd. Maar ik kan me wel voorstellen dat als we twee klasses lager gaan, en ik noem ook geen namen, maar weet, iedereen weet waarover het gaat. Ja, ik denk dat dat niet lang niet meer gaat duren, dat, dat er YouTube dingetjes zijn die meer beginnen uh, marcheren dan dat. Ah ja maar, maar dat is nu al hè, dat zijn ja. YouTube dingen die keihooi marcheren hè. Mm. Ik bedoel helemaal Gemiddel, niet. gemiddeld genomen bedoel ik hè. Ja. Televisie, misschien heeft hij, wat ik ook al zeggen, misschien heeft hij een online boom, er wel voor gezorgd dat we misschien vanaf gaan geraken van mediocre nee. lineaire nee, TV. Nee, in tegendeel. Dat is mm. niet. Ah nee, het, het, het ding is wat, wat ze bij de commerciële zenders nu merken los van het feit dat er eigenlijk nog best wel veel mensen TV kijken, maar wel meer en meer uitgesteld. Al is het maar een kwartier die hun uh, reclameinkomsten zijn, maar Kelderen is dat echt. Hè. Dat is echt allee, in de sector weet niemand hoe dat, dat komt, dat vier, dat dat, hoe dat, dat nog marcheert. Dat is, dat is heel raar. Ja, ja, ja. <laughs> Want ik, er is geweten hoeveel dat hij binnenkrijgt en er is geweten hoeveel dat dat kost. Dus dat is, heel, dat is, dat, dat is inderdaad, dat staat. Dat maar er is voor veel minder geld. Dus de kwaliteit gaat niet beter worden omdat dat een gevolg is van. Ah ja, uh, het is net door. Het is niet omdat er ah er is concurrentie online, dus wij moeten beter worden. Nee, er is concurrentie online, dus die komen een stuk van de koek eten, dus er is minder koek voor ons, dus tv wordt benader per definitie gaat er minder geld en dus minder tijd en dus minder creativiteit en dus dat gaat dat minder Nog rediger ma maken. Nog erger, dat is, dat, 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 dat is uw mening, dat mm -hmm. je vindt dat het allemaal bagger is, maar nee, ik heb het, het niet gezegd, gaat in ga ik ik ga 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 gemiddeld genomen niet beter worden. Nee, ik heb ik. niet gezegd ja. dat het allemaal bagger is, ik heb gewoon gezegd dat, je, dat, dat er toptelevisie gemaakt wordt, waar jij na nou toevallig een deel uit maakt. Wat chance is voor ons. Ja, jij ja, wordt ja, gewoon eh, aan het denken dat de, de middelmatige crap er dan ging tussenuit. Ja, dat denk ik niet. Dat was een vraag. Nee, ik denk dat niet, nee. Mm -hmm. Omdat, ja, er gaat alleen maar minder budget komen wel voor tv. Dat is wel een feit. En gaat er misschien slimmer over nagedacht moeten worden. Of ga... Het is effectief, er is wel een periode geweest dat productiehuizen wel in de zetel zaten en wel best wel wat budget kregen voor, voor, voor iets te maken. En kan dat misschien, ga dat wat efficiënter doen? Uh, toch sneller, Allee, of, 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 of beter worden? Dat zou... Dat zou kunnen, maar ik, ik, ik denk eerder dat minder goed gaat worden, denk ik, gemiddeld. Oh, wow. Sorry. Sorry, kijkers. Maar dan online wordt dat misschien weer, weer beter. En dan gaan we zien, En dan komt dan door de Netflix wel meer geld voor, voor fictie of zo. Dat, dat, mm -hmm. dat, dan, dat dan weer wel. Ja, en dat zijn dan misschien opdrachtgevers waar je als productiehuis ook voor kunt werken uiteindelijk. Of ja, voilà, dus, ja. ja. Zodat, voor kort waren het bij wijze van spreken drie zenders, nu zijn er mm -hmm. effectief. Uh, de Netflix en de Amazons van deze wereldwijk, of de hele net zelf, of, of mm -hmm. online, of worden er nieuwe online tv-zenders opgericht, weet ik veel, wat er allemaal uh, te gebeuren staat. Ja, het goede eraan is dat als je niet alleen maar verbonden bent aan één zender, dan kun je er wel, kunt wel in opdracht voor van alles ja, iets maken ja, natuurlijk. Ja, dat is zo. Ja. En dat is wel bij de meeste productiehuizen, zijn niet verbonden aan... Uh, Anders je mm -hmm. dus je morgen in principe voor alles, voor alles werken. Dus. En dat is bij Panenka ook zo. Dus dat, dat kan nog alle kanten uit. Mm -hmm. En ik heb, ook, allee, ik, ook, ik heb ook nog altijd dat comedy-dingen. Ja, 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 ja. <laughs> absoluut. Ik heb absoluut. die shows ook al. Ik heb het afgelopen jaar eigenlijk nauwelijks, eh, nauwelijks voor tv gewerkt. Gewoon zo wat pom-pom-pom-pom. jou? <laughs> het kind kindgenoten van school. Als je, hem, als, je, als je moet kiezen, je moet één ding, uh, één ding moeten droppen. Als ik moet kiezen, dan, dan kies ik voor comedy denk ik. Nee, weet ik. ik. pink een traan weg. <laughs> nee, ja, ja. ja. Yeah. Ik heb dat gemerkt als ik nu terug begon te spelen in, in oktober, ik had dat dan vijf jaar niet gedaan. Eigenlijk helemaal niet bewust, maar dat was per ongeluk vijf jaar geworden en dan dacht ik van, ah, godverdomme ja, dat is juist, dat was kei-plazant. Ja. En denk ik denk dat ik dat niet meer wist, maar dat gevoel was toch even wat ondergesneden. Dus van, godverdomme, zo plazant is dat eigenlijk. En, en kunde je dat dan nog? Omdat ik soms ooit eens gelezen heb, ja, ik kan het niet, ik heb het nooit gedaan, maar gelezen als je het niet elke dag doet, dat, je, dat dat je kwaliteit in gevaar brengt. Dat het iets is dat je elke dag mee bezig moet zijn? Dat, um... Goeie vraag, hè? Dat is een goede vraag, vraag. Ja, ja. Dat is een beetje ja en nee, denk ik. Ja, maar ja. ga, doe het met iemand die verder bent. Ga je jaar doet, gaat, gaat. Gaat ook even gestopt, hè? Ja, ja, absoluut. Ja. Dat was er even in, inkomen, maar mm -hmm. eigenlijk. Allee, zonder arrogant te klinken, was dat er eigenlijk heel snel terug, eigenlijk. Mm -hmm. Fietsen. Ja, fietsen. N niet meer. ik heb dat wel heel lang en intensief gedaan daarvoor. Het is niet dat je dat dan. is niet dat je iets. Je bent niet die een kwijt. Ja, het is niet dat je dat. Je die begint niet weet terug weet van zo. nul. Nee. Dat is wat dat je niet doet. Je, je, je gaat daar staan en dat duurt heel even voordat je je voeten terugvindt. Maar keer dat je, je hebt je die wel veel rapper gevonden. En het, wat je ook wel merkt, dat zag je bij u ook, dat zie je bij de Michael. Dat is als jij als zo'n mensen aan try-outs zijn dat is eigenlijk die staan daar al wel. Allee, je hebt niet het gevoel van dat je zo naar een sukkelende knoeier zit te kijken die zo op zoek is Nee, zelfs al is hij niks, kunnen wij dat al verkopen? <laughs> ja, ja, maar dat is he, je, voor op een of andere manier verkoopt dat ja. vragen, de denken, dat is waar. Maar ik kan toch durven vragen, want er mensen dingen. Dat is waar, maar ga doe ook niks anders. Het is wel zo, je zou kunnen zeggen bij hem. Of bij u, van je hebt het vijf uur niet gedaan, je, je hebt gewoon veel talent en je rokt ermee weg. Maar je zou kunnen denken: van, ja, stel dat ik het elke dag zou gedaan hebben en ik zou niks anders doen, zou ik dan een betere comedian zijn? Dat is een, een uh, keihuwie-vraag waar, waar ik wel mee zit. Bijvoorbeeld het afgelopen jaar, hè, je, daar zit ik nu mee, van als, als in september mensen komen kijken, dat die gaan denken van. Ze je daar een jaar aan bezig geweest en dan moet ik ook zeggen van ja maar ik ben daar eigenlijk helemaal niet een jaar aan bezig geweest want ik heb een heel raar... rare manier van werken is dat niet meer ik ben super la uh, of nee ik heb niet super la niet maar ik heb uh, extreem uitstelgedrag. en wat ik doe is ik heb een soort uh, uh, Excel lijstje met zo dat zijn niet eens ideeën maar dat zijn zo wat thema's bijvoorbeeld uh, enkele sokken He, zo sokken mm -hmm. waar je maar één paar van vindt. Dat schrijf ja, ja. ik dan op. Meer is dat niet. He, want mm -hmm. daar zit misschien iets in. He, dat is herkenbaar. U weet ze er iets in? En dat blijft erin staan. En mijn, mijn piekmoment is een uur voor een try-out. Dan denk ik van ja, ik moet nou wel iets niet proberen vandaag. Dan ga ik in die lijst Enkele sokken, enkele sokken, enkele sokken. Wat kan ik met enkele sokken doen? Dan bedenk ik iets met enkele sokken. En dan doe ik dat. En dan marcheert dat. Of niet. En dan smijt ik het weg. Of voel ik van ja, dat wil wel iets in. En dan, en, nou, en dan wordt dat de volgende keer... Wat beter. Dus ik werk eigenlijk basically alleen maar het uur voor een of Of anderhalf uur van een tryout. Daarom dat die in out tour niet ideaal was. Want dan had ik <laughs> toffe zarels in de, de mixers. wat dat dan babblabblabblabblab. En dan zit er niet, dan ben ik niks aan te doen. Mm -hmm. Of ik ga meestal ook alleen aan naar naar, naar een try-out, En in de notto gebeuren er dingen. Ja. En dan, dus heb ik, ik een heel erg aan een stuk voltaan gewerkt? Nee, totaal niet. Ik heb, pak dat ik zestien keer tryout heb. En dus die twee uur daarvoor, 120 uur, dat is overdreven hè? heb ik daar aan, aan gewerkt. Dus natuurlijk worstel je ermee van, oh dude, als ik nu echt daar mm -hmm. voel, elke nacht van negen tot vier aan zou werken, ja. was zou dat allemaal niet geven? En ik denk, ik heb dat ondertussen wel losgelaten van, fuck it, dat is nu blijkbaar hoe, hoe dat dan bij mij gaat. En zo maak ik shows. En dat da, 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 da is het dan, denk ik. Want het andere, het gaat niet gebeuren. Het andere, het gaat, het gaat niet gebeuren op die andere manier. Luc Wijn zat mij keihard te pakken hè, toen het hier zat. En ik was bezig over hard werken. En over, hè, dat ging dan ook over YouTube. En mensen die dat dingen op YouTube doen. En soms gewoon maar wat zitten te bullshitten. En dat deed aan 10.000 miljoen meer kijkers <laughs> dan dat ga je het. En je denkt van, oh my god. En, dat, en ik was zo'n heel punt aan het maken over, mijn, over de werkethiek van iemand dat op een podium iets maakt. En het graafste was dat je tegen mij zei: maar gij werkt ook niet hard. Ga je toch gewoon talent. Ga je kunt dingen die mensen gewoon niet kunnen. Dus daarom werkte jij al minder hard. En ik was keihard gepakt. He. Ik ja, zat daar en ik dacht, ja, dat is waar. Want die vrouw die jij stelt is, inderdaad. Dat zou ik ook kunnen zeggen, van die drie jaar stond je niet op een podium. Je zijn met een band aan het toeren. Ineens kom je terug en gedoe terug comedy hadden na die drie jaar elke dag nog altijd vier keer per week of vijf keer opgetreden, worden misschien beter geweest, maar misschien ook niet, want er valt ook één ding over te zeggen: als je enorm veel speelt en je stopt nooit, je leeft ook niet. Ja, ja. ja. Je mokt ook niks mee ja. en op den duur zit ga Zitten we in een routine van, van tryouten, première show, ja. tryouten, première show. En je doet dat maar en je doet dat maar. En op den duur denk ik dat je dan zo van die toestanden krijgt, waarin iemand begint te babbelen over dingen die alleen nog maar relatable zijn, om mensen die in een godgaande dag in een theater zitten in stoel ja. te treden. Ja. Hey, ik geef altijd als voorbeeld, ik wil niet beginnen met. Vind je dat ook niet kloten dat je zo in een backstage komt en dat de handdoeken <laughs> er niet zijn? Of zo. Hey, dat je denkt, wat mocht jij mee dan? Dan doe je echt letterlijk niks anders. En ik denk soms zo'n. En dat is natuurlijk een luxe dat je moet kunnen hebben. En wat wij hier vaak ja. hebben. Hey, je gaat dan je TV-ding. Ik had dan. He, ook de, onze comedy is ook succes. Wij worden hier ook goed betaald. Want, he, in vergelijking, mee, in, in vergelijking <laughs> met wat dat, veel comedians hebben ook niet de luxe. Om te zeggen wij is is drie jaar ja, tussen. Ja, voilà, voilà, ja. In Engeland of in Amerika. Want die moeten, wij kennen meer dan genoeg comedians. Engelse comedians. Die vijf gigs op een avond spelen. He, die van de ene comedyclub naar de andere in Londen rijden. En daar overal tien minuten gaan doen. En hun geld. En daar betalen die hun huur mee. Ja, 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 en het is ja. echt nog kei duur om daar te wonen, dus die houden er eigenlijk bijna niks van over. We hebben die waanzinnige luxe van echt overbetalen <laughs> voor wat <dat> wij doen. <laughs> hè? En je en en hebt die luxe om een tijd te zeggen ik kan er wel even tussenuit, of ik kan wel eens iets anders gaan doen. Zo, ja. En heel vaak komt dat uw comedy eerder ten goede ja. dan ten kwade, vind ik soms. Maar je daardoor knaagt er soms van ja, ik heb het afgelopen jaar eigenlijk echt... Vroeger kon ik zeggen, ja, maar ik heb ondertussen ook tv gemokt. Maar dat was deze jaar dan niet, echt, dus ik heb echt, echt veel gepompiedomd. Mm het -hmm. afgelopen jaar. En ondertussen dus en dan knaart er soms van, ja, ik nu nog harder? Dit is wel een waanzinnige pitch voor jouw nieuwe show, eigenlijk. <laughs> ja, misschien had ik toch nog wel... Goh, ja, Charles hier, Charles daar... Maar nee, hè, ik vind het, het is raar is dat ik het met een beste show tot nu toe vind. Mm. Nu al. En ik, ik vind dat er nog heel veel werk is. Ik vind het maar... ook heel funny, ja. Ik heb, ik heb een aantal stukken gezien, en wat ik heel knap vind, om wat dat gaat doen qua comedy, en dat zijn die simpele left turns die je ziet wanneer je denkt dat je gewoon zeggen En dat is, dat, is, <laughs> dat is heel, heel leuk bij bepaalde momenten. En je hebt ook heel, heel enorm leuke inzichten. Hè, zonder dat ik het gewoon weggeef, nee. want dat zou na nou te stoem zijn dat ik zo lief geweest <laughs> vijf van uw grappigste moppen vertel. Maar wat ik een geniaal inzicht vond, was het liedjes over vrouwen yeah, yeah, yeah. omdraaien. En, zeg, en ik kon dat vanuit het standpunt van die, van die vrouw waar dat over gezongen wordt, zingen. Ja. En dat, is, dat, is, dat doede hij doe best vaak. Zo van die dingen bedenken waar ik van denk: wauw, dat is kei knap, Dat heb ik nog nooit niet al gedacht. Maar <laughs> eigenlijk is dat keihard waar. Zo, en, en, en op zich zitten er nog, nog veel dingen in die ik zeker niet ga vertellen, maar die wel... Ik heb nu de try-out al wel redelijk wat keren ja. gezien, en er zal sindsdien nog wel veel veranderd zijn, maar dat was al wel echt heel funny. Kijk. Ja. En zeg ik het. Ja. De beste. Misschien, uh, misschien een beetje mee af te ronden. Ik heb me toch opgezocht opgezocht dat zit met bellen op, uh, op het naftstation. Mm -hmm. ja. uh, het is tweeledig. Ja. De eerste, de eerste reden is een beetje een seute reden, maar ik kan ze toch zeggen. Um, je bent bezig met licht ontvlambare stoffen, <laughs> dan moet je gewoon sowieso niet bellen en met andere dingen bezig zijn. Maar dat ah, is ja. redelijk sleutig. Dus ja. die gaan we over. Maar de tweede reden is, de echte reden is, als je belt, wordt er in je telefoon een soort elektrische verbinding gemaakt en dan kan er een heel klein vonkje ontstaan. Als je tankt, hang je met je hoofd boven de opening, daar komen licht ontvlambare dampen vrij. Met zo'n elektrisch apparaat tegen je hoofd kan het Zomaar zijn dat er dan een reactie ontstaat. En die reactie betekent dan natuurlijk Fire vlammen. En uh, mijn onnozele opmerking van. Dan ploft u een notto of wat is dus klaar sorry, blijkelijk ja, ja. de reden waarom de dat niet zo was. Best... Ik zal op een site, oh, ik weet nu al dat de comments gaan het tegendeel gaan bewijzen, maar dat is dus. Uh, want er stond ook inderdaad bij dat niet elk tankstation het doet. Oké. Okay. Dus, maar uh, de tank uh, nu nog op het tank met Blijkbaar niet alle tankstations hebben het, maar ik had het. Gelijk dat Gullen het niet gezien had. Jij hebt het opgemerkt. Ik heb het gezien, ja. dus ja, ja, ja. Het, is, uh, het bestaat ergens. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar ik denk dat de kansen uh, heel klein zijn. Okay. Dat ja. het effectief gebeurt. Dat had, ik me, had, had ik me echt gedwongen, had ik dat denk ik wel verzonnen. Dat. Van, jo, dat is wat, er hangen zo wat dampen in. Dat de kan je nu ja, wel ja, dat zeggen. Bart dat, kan zwaar, dat is zwaar. Dat is <Gus> ah, wel waar. Yeah. Ik vond de eerste <laughs> reden misschien nog wel de Je moet gewoon niet moe ja, ja. mee, mee bezig zijn. Ja. Wie weet loopt al die naftneffen naar Benotto auto en heeft het weer niet gezien. Maar dat er bestaan, niet roken, dat is een beetje hetzelfde. Dat is een beetje hetzelfde. helemaal altijd. Cool. Ik wou dus nog iets zeggen, maar ik weet het niet meer. Oh, ik moet keihard pissen. Moet dat <laughs> zeggen. is niet normaal. Ik heb al tien minuten dat ik, ik moet denk, oh my god, god ik moet naar de wc. Okay. Maar uh, dat is misschien de perfecte afronding. <laughs> ik moet keihard pissen. Um, in ieder geval, Bart Canaerts, merci om langs te komen. Uw nieuwe show, we moeten nog eens afspreken, gaat in première in Den de... Arenberg. Ja. Weet jij de datum ook? Ja, 25 of 26 september. Oké. Okay. Of alle twee. Allright. Dan je ah, er iets ah, meer mee bezig zelfs, met die ja. comedy. Jawel. Nee, <laughs> a 26. A, a 26, a, a 26 a. En, en 27 ook. Oké. Okay. En misschien ook 25. Ja, dat speel ik ook, maar dat is in mol. Ah, oké. Okay. Ja. Alright, In mol bij de... Ja, dat is... Hoe heet dat? Bij de, 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 de roel. Ja, nee, dat is toch... Geel de, 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 is de roel. Ja, de geel. Ja, dat is de mol, de, geel. Mol, mol, geel, dat allemaal Ik weet de, geel dat de naam niet van mol. Ook een toffe Charles Ja. Alright, cool. Maar in ieder geval, uh, ik weet niet of er nog tickets zijn, want bij hem gaat het ook allemaal qua snel qua uitverkocht zijn, maar mocht het, mocht het er nog zijn, allen daar. Daarheen... In overrijzen. overrijzen. In Overijsse <laughs> zijn er nog tickets. <laughs> ik, ik je merkt dat het me daar moeilijk mee heeft, dat dat nog niet vol zit. Dus mensen die Bart een nieuwe show willen zien, eh? um, we moeten nog eens afspreken. Bijna even graaf als uh, we moeten nog eens bolen. Wanneer gaan we nog eens bowlen? Zo, ik, ik kan niet wachten op die volgende titel. <laughs> ik kan niet wachten op welke platitude die je tegen elkaar zegt. Want eh, dat klinkt soms ook als dingen die je zegt tegen mensen waar je niet echt mee wilt gaan bowlen of mee wilt afspreken. We zijn een bowling fan. Ja, ik vind dat wel heel tof. Ik doe uh. dat voor heel weinig, maar ik vind dat eigenlijk wel heel tof. Ja. Ik, ik kan de charme ja. in de, de knoeligheid wel. Met die stoemeschoenen. Dat vind ik ook goed. Dat iedereen wordt een foemp. Je doet die schoenen aan. Hop, iedereen is een foemp. Je ja. ze trekt allemaal gelijke. Want iedereen heeft schoenen aan. met <laughs> de, de vaste bowlers, die vandaag een bal in... Die hebben eigen schoenen. Ja. ja. ja, ja. Dat is, die zijn niet graver die schoenen. Hè. Nee. Zeker niet. Nee, en dit is misschien de mooiste om mee te eindigen. Als we allemaal foompe schoenen aan hebben, dan zijn we allemaal, <laughs> allemaal gelijk. gelijk. De volgende <laughs> show gaat, denk ik, heet het tweemaal Barry. Dat, dat is helemaal niet zo grappig. right, oké. Okay geef dat naal weg. Ik speel met ja, het idee om, ik wil twee avonden na elkaar in dezelfde zaal spelen, maar voor hetzelfde publiek. Ah, dus okay. je moet. Twee iets totaal anders. Nou, maar nee. maar je, moet als, je moet ook twee avonden aan elkaar komen kijken. Oké. Okay. Je moet je kop in de voor die twee avonden. Maar dat is een boekhouder die naar Tormé en Aurélie liggen roepen. Nee, dat is, dat, is, nee <laughs> dat is niet waar. Dat is, dat is niet zo... Ja... <laughs> dat, is, dat, is, dat is financieel niet per se beter. Mm. Je kunt dan niet... Je vraagt dan minder voor die twee avonden samen. Oh, Oké. Okay. Zot. Dat, okay. is, dat is, speel ik nu mee. Dat is een soort spoiler, nu goeie al. Goede idee, spoiler, voilà. You heard it here first. Zo, so, dat was het weer al voor Welcome to the AA. Merci Bart Canaerts voor af te komen. Merci Andries voor uw huis uh, weer al ter beschikking <laughs> te stellen. En merci voor mezelf dat ik uit mijn bed zijn <laughs> <of I'd>. gerokt <laughs> van de Dat was het voor deze aflevering. En tot volgende week when we make Monday great again. Heet u een piemelpluisje eigenlijk? Waar komt dat in? Ik weet het niet, maar wat was het idee van pluisje? <laughs> er waren veel mensen die er vroegen: naar pluisje. Um, ja, de, uh, in, uh, in familiale kringen uh, wordt mijn <laughs> een, uh, een geslachtsdeel eens pluisje genoemd. Dat is een lang verhaal. Dat ja, dat ja, de BB tijd. Hè. <laughs> <laughs> dat is het goede dan on online, man. Weet, Wij moeten nergens uh, naar zien. <laughs> ik, 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 ik weet eigenlijk zelfs niet, precies niet meer hoe, hoe, hoe het komt eigenlijk. Mm. Uh, je hebt wel de neiging om hem te pas en te onpas boven te houden. Ja, ja, dat is ook een soort legende rond ontstaan. Want dat is echt volgens mij makkelijk vijf jaar geleden dat ik dat nog eens gedaan heb. Mm -hmm. Maar er is een periode geweest mm -hmm. waarin ik dat al wel eens deed, omdat dat heel grappig is. Mm -hmm. <laughs> en wat kan ik zeggen? Ik ben een entertainer. En uh, je doet dat eens een keer. En daar wordt zo mee gelachen dat je weet van ja, dat is, dat is soms gewoon grappig om die, dat je in een groepje staat te babbelen en dan hangt die er steken uit totdat iemand dat door heeft en dan haha, die ding naar dan dat is, dat is dan, <tie> 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 dan dat is dan grappig. En ah, op, op shelter was dat ook zo'n ding, dat was. Maar onder collega's, maar iedereen deed dat er wel En Dan zitten ze, 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 ze zo aan typen op je computer om daar dan achter te gaan staan en dan. Je vlieder in je nek te leggen. En je denkt van wat is dat is? Allee! Dat is dan een soort. En was dat een boys-onderling ding? Of zit er nog een hashtag me om te komen op binnen van deze lied? Nee, dat is nooit bij, dat is nooit bij, bij vrouwen gebeurd. Dat is ook alleen maar. Grappig. Die ging gewoon niet eens recht in de mond. Nee. We gingen, niet, daar gingen we geen tijd verschijten met die in die rennektangen. Nee. Ik bedoel, och, jezus. Toen mocht dat nog. Hè. Ja, ja, dat was het. Toen waren vrouwen nog prostituees. Waar is de tijd? Ik heb ik hem ooit ook mogen zien in een, in een, poppe, een poppenkast zelfs. Ja, oh, oh, dat, verhaal. Dat, is een, dat is een van de. Het, het, verhaal, het verhaal is gekend, maar de backstory is eigenlijk. Is op, niet, uh... op, het is oprecht op een van de meest funny momenten dat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. <laughs> dat is echt wel, ja. Kijk, dat bedoel ik. Dat mm -hmm. bedoel ik. Dat is gewoon altijd... En hoe kwam dat? Dat was... Dat was uh, voor de fokkers is een rare. en Dat was een roast. Je moest, een roast van de fokken. Dus je moest de fokken afmaken. En ook de andere comedies in de zaal afmaken. En dat is mijn dingetje niet. Mm -hmm. ik, ik kan dat niet, niet zo goed. Dat is ook mijn komt. Ik vind dat grappig, roast. En mensen die kwaad worden op andere mensen. Maar ik... ja. Ik, uh... Ik moet dan, dan een soort arrogantie op dat podium. Als, wat, ik kan dat niet goed. Dus, ah, ik, moet anders, ik moet iets anders voorzien. En dat was de periode dat ik hem al eens bovenhield. En, 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 en de fokken. kwam er ook altijd over terug. Die vond het ook altijd zo grappig dat ik dat thee. Dus, dus d, er was iets tussen de fokken en mijn penis. Er was iets. Mm -hmm. En dan kwam ik op dat idee van. Het was ik een moet... mooie relatie. Het ja. was beautiful while it lasted. Ja. Ik moet misschien uh, met, met een fleeter. Uh, Happy birthday laten zingen voor, voor, voor de fokken. Dat was het idee. Ik vond vooral het werk dat er ook in gekomen was. Ja, maar het was. Was echt, het was echt van... Het was middags en fok, ik heb nog niks voor straks. Fok, 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 fok. Da. En dan zei ik daar mijn lief van... Want die ging ook komen. Vind je dat oké okay, als ik dat doe? Ah ja, ja. En dan heeft die meegeknutseld aan dat, aan dat, aan dat theatertje. Zo'n soort... Ja, een, 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 ja, een theatertje. Mag ik, de... mag ik één ding wel vragen? Ja. Dat is puur technisch. Maar je bent bezig met dat het was een soort poppenkastje. Een theatertje, dat, een, theater... en dat is met zo'n gordijntjes. Maar, ja, en je moest hem dan. Maar dat is, hij wordt ergens doorgestoken, dan of zo, hè? niet? Nee, of... nee, nee ik, 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 ik zit het theatertje met de gordijntjes dicht op een kruk voor mij, zodat ja? je niks ziet. Ik haal hem dan uit, uit de broekschrift. Maar ik heb hem dan ook een kroontje nagedacht. Hij had me lief gemaakt, dat kroontje. Praktisch is dat gewoon een rekker met een kroontje ja. aan. Zodat hem dus wel dat kroontje, zeg maar met dat rekker, dat het goed blijft zitten. En dan had men even ook een microfoontje gemaakt. Dat was een slijper, was het onder, de onderkant, mm -hmm. met daar dan een orthoxkraan en dan een klein microfoontje dat eraan. En dat stond ervoor. En dan deed ik de gordijntjes open. Ik denk dat tot dan toe de mensen dachten van, ja, die doet nu alsof hij nu net zijn broek haalt, maar dat kan een wortel zijn of whatever. En dan heb ik de gordijntjes op En was achteraf gekeken was misschien de wortel beter geweest, maar ik had toen zoiets van, dat was echt in een soort paniek. Van ik kip niks, ik kip niks. En dat ga nee, dat was. Iedereen was daarvan koming. Dus iedereen gaat daar een grappige roost hebben, Dus ik, moet, ik, ik dacht, dat ik moet echt. Wow, ik moet echt. Uh, iets, daar iets daar is niks te niet meer over, nee. <laughs> dat, 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 dat kan ik jou wel vertellen. Dat is, dat is, niemand herinnert zich nog één fuck van die roost, behalve die moment dat jij hebt. En ik zat dan na de pauze en ik was zo zenuwachtig. Omdat ik dacht van ja, misschien is dat helemaal niet grappig. En dan is dat echt, als er niemand lacht, is dat echt. Wat the fuck? En dan zou het nog altijd legendarisch geweest zijn, maar om een andere... Ja. Dus ik was echt bloed, 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 bloed nerveus. Ik zat dan na de pauze ook. En dan deed ik, en dan deed ik dat open en dan zag ik de fokken sterven. Dus mm -hmm. dan dacht ik van oké, okay, dat mission accomplished dan. dan, een dan zeg ik. Ja, ja. Het zal wel zijn. Ja. Ik heb dat zelfs denk ik in deze podcast ook al een aantal keer <laughs> aangehaald ah. als een van de meest hilarische momenten dat ik ooit op een podium ja. heb gezien. En daardoor is dat... Wat gaan leven, lieve scharen. als ik in een tv-programma mijn lieve scharen zit, begint hij daar ook altijd over. Terwijl, als je die context niet echt goed schetst, is dat echt gewoon een raar verhaal. Wat zit je aan Maar dat was een periode dat het tof was. Ik weet ik herinner me ook dat, dat wij eens in boom moesten spelen en dan al een trick viel uit. Juist. Dus het een was piek en donker verhaal. in de zaal. Ja. Dus we kregen dan een pillampje of zo. En we, ik, ik, ik bleef wel doorspelen. En ik vond dat dan grappig, want ik, 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 ik doe nu een flieter uit mijn broek. En ik benoem dat niet, maar dat is gewoon grappig om te weten. Ik zit hier nu te spelen met een vlicht uit mijn broek. Om dat op het einde toch eventjes te zeggen tegen de mensen. Kijk, en dan eventjes met die pilap. En dan moesten de mensen lachen. Dus dat was in die periode, maar ik ben die exhibitionist... Wat natuurlijk periode. wel toffer geweest was, dan als ineens het licht aangaat. Ja. Terwijl <laughs> dat je die een lichaam lichaam doet en iedereen doorreed dat je er staat in je. In je dat, is graag, dat is gelukkig niet gebeurd. Maar je vrouw is er oké okay mee. Die heeft het er wel wat mee gehad. It maar, pays uh, the bills. Ja, <laughs> <laughs> ja Die, 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 die heeft de bill wel niet echt. Uh. Mm. Maar ik vind dat, ja, die, maar ik, dat is, omdat er zoveel op wordt teruggekomen, doe ik het minder. Wat jammer is, want dat blijft grappig. Wat ik nog af en toe doe, is zo in een piscine of zo, of, of, of als ik zo pipi moet doen. Om alles naar beneden te trekken, zoals een kindje. Ik een klein mannetje. Ja, dus je moet ja, ja. als onderboek echt op je, op je schoenen leggen. Dat is gewoon een beetje grappig. Als er dan iemand in het piston binnenkomt, dat is gewoon een beetje grappig. Ja. Dus in mijn fliette, iemand, met een video, niemand is niet wel mijn mijn behoefte, zeg maar. Daar heb ik ook dus... nog een uh, mooi moment in herinnering. Heb uh... je ja, dat ook met u gedaan? Ja, nee, we weten dat niet meer. Dat was toen, uh, wij moesten toen die comedy, die ha uh, Halloween, de eerste Halloween-comedy-night van Dexander. Uh, en ja, ja. Tom Waasco op het podium Dos en ah, ja, zingen. Dat is het, ja. Voor een of andere reden, zie dus je haar dan maar, en je denkt, ja, en je trekt <laughs> haar broek af. En ik, ik weet niet meer wat ik, ik zei, zo van, ja, vaar. So of zoiets. So 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 <laughs> en wij zijn dan zo met twee al, al uh, ja, wat is dat dan? Mekaar in een de treintje, poep, pakkend uh, uh, ja. dat podium overgegaan. <laughs> Maar vooral de, de vanzelfsprekendheid van dat moment, dat ga je je broek aftrekt en ik denk. oh ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, we zijn er. Zo, een boef, en dat gebeurt. Maar dat soort ja. avond was, dat is een dolle, dwaze avond. Van het ja, ja. het, van het dat kon allemaal alles toen kon. Het kon allemaal. En, de... en ga Pluisje ooit solo? Gaan we, mogen we eens een voorstelling verwachten van het theatertje met Pluisje? Dat, plu dat is misschien van Barry 3. 3. Ja. wordt die naam Pluisje eigenlijk? Ja, dat weet ik dus niet precies. Het getuigt van weinig ambitie wel. Hm. Dat hem, niet dat hem niet Pluis heet, bedoel ik. Ja, ga stal, Nazi. Het oh. heet eigenlijk Pluis wel. In familiale kring wordt hem Pluis genoemd. Oh, okay. En op een of andere manier is in de wandelgangen is, dat, is dat Pluisje geworden. Ik heb de ene keer. Maar dat was. De Xander was een soort documentaire aan het opnemen over zichzelf, maar helemaal in het begin. Ik weet niet meer. Just, en zo in een backstage, je weet ook niet gewoon niet meer. Dat er gefilmd wordt en dan heb je daar zoiets gezegd van. Hey, mijn flieter heet Pluis. Mm. En da, van, van daar is dat is da vertrokken en is dat dan Pluisje geworden. En mm. hoe dat precies een naamgeving, dat weet ik niet meer. Mm. Dat is echt een mega anti-climax. De eerste stap op de weg naar recovery is dat je een probleem hebt. Welkom ...to the AA. Ah ah, ik ben hier aan de u Al Als het ergens over moet gaan. de ST! Not de feest! Glimmerz op de knieën! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.